En 3, 2, 1. En we zijn live. Goedenavond, dames en heren. Welkom op Zolder. We zijn weer begonnen. De eerste Zolder session van 2021. En vanavond doen we het weer eens helemaal remote. Mooi in stijl van de bijna nieuwe coronamaatregelen die over ons afkomen. Mogelijk, we weten het nog niet, maar het kan. Het is een voornemen. Vanavond hebben we niemand minder te gast dan hoogleraar cybersecurity Michel van Eten. Michel, hallo. Van harte welkom hier virtueel op Zolder. Ja, heel avondklokproef. Ja, op deze bijzondere dag voor de wereld, of niet? 20 januari 2021. Nou, ja, dat ook. Mijn kinderen hadden zoiets van, wat is dat? Ja, toen moesten wij zeggen, ja, dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Dat ken je alleen uit de geschiedenisboeken van de oorlog en zo. Dus ja. Elke keer denk je, nu weten we ongeveer hoe het zit met die pandemie. En we zijn toch een beetje aan het aftellen nu de vaccinatie begonnen is. Maar dan krijg je toch weer verrassingen. Ja. Ja, maar het is een voorgenomen avondklok, hè? Ah, oké. Okay. Ja, misschien heb ik slordig gelezen. Ik dacht dat, want tot nu toe is het zo dat dat kabinet alles heel standaard laat uitlekken, zodat het gepeupel er al aan kan wennen. En daarna komt de officiële pro forma mededeling nog. Dus ja, maar ik geloof dan vanuit dat dit gegeven is. Ja, maar ik geloof dat wat nu anders is, is dat de D66 nog niet helemaal mee is. Dus het is nog niet helemaal een zekerheidje of het wel een meerderheid heeft. Dus daarom is het nog echt gecommuniceerd als een voornemen. En dan moet het echt door de Tweede Kamer om te kijken of het haalt. En dan pas is het zover. En ja, het was dan het idee om het vrijdag in te laten gaan. Maar omdat het debat pas morgen kan plaatsvinden, is het in ieder geval op z'n vroegst pas zaterdag dat het ingaat. Dus, je hebt duidelijk beter het nieuws gevolgd dan ik. Ja. Ik heb dat nieuws gevolgd. Maar ik bedoelde eigenlijk, want nog een meer legendarische dag is eigenlijk, dat ook de inauguratie van meneer Biden. Ja. Het is interessant dat mijn jongste dochter is 11. Ik heb 2 dochters, 11 en 15. En de jongste die heeft die Amerikaanse presidentsverkiezingen echt heel nauw gevolgd. Dat is natuurlijk ook heel vreemd, dat je op je 11e enorm geïnteresseerd bent in de presidentsverkiezingen in een land waar je verder nooit geweest bent. En voor wie was dat? Voor Biden, uiteraard. Ja. Dat zal ik echt wat uit te leggen. Ja. Maar goed, in Nederland, zeker met de nieuwsmedia hier, is het bijna onmogelijk om pro-Trump uit te komen. Dan moet je heel erg je best doen en in bepaalde bubbels gaan zitten om daarvoor munitie te vinden en medestanders. Ik heb wel een keer in een taxi gezeten met iemand die mij ging uitleggen dat Trump een uitstekende president was. Maar wat ik zo fascinerend vond is dat dat was bijna een soort existentiële strijd om de wereld. En zij heeft dus ook op de verkiezingsdag, 6 november of zo, ik weet het niet meer, 3 november, heeft ze de hele dag, Google had een soort speciale pagina aangemaakt waar je de alle staten kon volgen. En die heeft de hele dag zitten F5'en om te zien of er alweer een staat voor Biden was uitgeroepen. En nu dus ook, wilde ze heel graag het jeugdjournaal zien om de inauguratie beelden te zien. Nou, leuk. Leuk die betrokkenheid. Ja. Dat ze in die zin dan wel weer goed, denk ik. Of vinden ze het altijd wel? Of is er staat echt iets op het spel. Dat is natuurlijk voor ons ook zo. De politiek, ik bedoel, ik ben waarschijnlijk ouder dan jij. Dus ik heb nog een hele periode in de jaren 90 meegemaakt dat politiek als belangrijkste eigenschap had dat het saai was. En daar kun je ook wel naar terugverlangen. Het was heel technocratisch bestuur. Als je zag wat de grote splijtswammen waren in de verkiezingen, dan gaat dat één die me te binnen schiet, want daar was toen heel veel over te doen. Het reiskostenforfait. Nou, daar was een hoop over te doen, kan ik je vertellen. Daar gingen de verkiezingen over. En dat is nu onbegrijpelijk. Ja. En voor een deel kun je daar nostalgisch naar terugkijken. Toen had je niet die polarisatie. Had je niet de verbluffende alternatieve werkelijkheidsbelevingen die we nu om ons heen zien. Ja. Tegelijkertijd, betrokkenheid is nooit hoger geweest dan nu. Nee, ik kijk niet echt heel erg uit naar die verkiezingen, want ik vind dat er zo verschrikkelijk veel partijen meedoen in Nederland, dat vind ik zo
onhandig. Ja. Ik denk, dat wordt toch een rotzootje als je daarna. Tenminste, ik ben dan bang dat je inderdaad met minimaal 4 partijen een kabinet moet gaan vormen. Ja, dat zou gaan kunnen. Denk, dat is eigenlijk altijd. Dat wordt altijd een zacht. Zeg je dat? Nou, wordt heel gematigd, wordt het dan? Dat is misschien wel goed. Daar zijn we toch blij mee, gematigd? Ja. Maar ja, nou ook op sommige vlakken denk ik, maar soms, je hebt ook wel dossiers waar je gewoon een keuze moet maken. Ja. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit, links of rechts, weet je wel, maar vooral vooruit. En soms sommige dingen blijven een beetje hangen. Ik heb even geen voorbeeld. Maar klimaatverandering zou ik dan roepen, ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja, doe iets. Ja, dus, maar goed. En dus dit speelt in Amerika af. Heb jij veel contacten eigenlijk in Amerika vanuit jouw werk? Ja, ja behoorlijk veel. Hoe gaat dat? Wetenschap is natuurlijk heel sowieso heel grensoverschrijdend. Wij mikken onze onderzoeken op 4 Amerikaanse topconferenties. Daar komt zeg maar het beste onderzoek ter wereld op het gebied van cybersecurity komt daar in terecht. Dat is super moeilijk om in te komen. En als je daarin wil komen, moet je bijna altijd samenwerkingen aangaan. Omdat niemand op eigen kracht voldoende massa heeft om zo'n onderzoek helemaal uit te voeren. En ook de ideeën, de technieken, de expertise. Dus ja, ik heb een aantal Amerikaanse samenwerkingspartners die ik wekelijks spreek. En dus ook veel over die verkiezingen gehad bijvoorbeeld. Een van die zit in Tulsa, dat is echt Trump Country. Oklahoma is dat. Nou ja, die jongen die heeft ook in Engeland gewerkt. Die is liberal. Die stemt uiteraard op de Democraten. Maar die zei al... tegen niemand om hem heen. Nee, precies. Die zei, zijn vrouw ook. Zijn vrouw werkte in een ziekenhuis daar. En die zeiden toen ik daar was, dat is maart 2019 ben ik daar geweest. En die zeiden toen al dat ze met niemand meer over politiek spraken. Want het was gewoon onmogelijk geworden. Als je daar zei dat je democraat was, dan was je ongeveer door duivel bezeten. Ja. Fascinerend. Ja, oké. Okay. Hey, ondertussen zeg ik alvast even proost. Ja, cheers. We hadden allebei besloten een biertje erbij te pakken. Ja. Die van mij zal ik maar even zeggen, want die hadden wij gekregen van het bedrijfje Disrupt. En dit is van de schreek. Ja, ik wil niet per se reclame voor het bier maken. Maar ik vond het wel aardig. Die kreeg ineens vanuit het niets opgestuurd. Van een voormalig collega die ik kende van KPN. Edgar Versteeg. Die is zelf begonnen. En die stuurde ineens een doosje op. Want hij vond het allemaal zo leuk wat we aan doen. Nou, dat vond ik wel aardig. Dus bij deze. En ook aan de luisteraars die nu kijken. Of mensen die dit later terugkijken. Neem er gerust een biertje bij. Al zit je in de auto. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. We zitten voor de mensen die live kijken. We hebben een tijdje gehad dat we met corona iets beter gingen. Dat wij onze uitzendingen wat meer echt vanaf zolder fysiek ook gingen doen. Maar nu dat we met wat meer maatregelen weer te maken hebben, besloten om eventjes weer terug te schakelen naar deze tool van StreamYard. En bijkomend voordeel is dat het iets makkelijker is voor ons daarom om eventuele comments of vragen of ideeën of ander gezeik of zo, om dat in beeld te brengen. Dus bijvoorbeeld, dan doen we bijvoorbeeld zo. Van dit is wel een van onze trouwe kijkers, Jan Los. Jij kan ze trouwens ook zien, denk ik. Nee, ik zie ze. Ja, je ziet, je ziet nu deze. Maar ik zie ze allemaal rechts in de sidebar. Okay. Ja. Nou, prima. Dus mocht je echt iets heel dringends hebben, beste kijker, dan kom maar op. Ja, en Misha, ik denk dat de meeste mensen die op dit moment kijken, die zitten zo in de... Ja, in het kleine wereldje, die zullen jou wel kennen. Maar het is goed om je ook even goed te introduceren. Jij bent hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. En ook nog lid van de Cybersecurity Raad. Maar je bent ook nog schrijver tegelijkertijd. Ja. Ja, zou ik zelf niet zo snel zeggen. Want ik vind als je twee romans hebt geschreven, dan vind ik borderline of je jezelf dan schrijver mag noemen. Maar... andere mensen corrigeren mij dan en zeggen, als je gepubliceerd bent, ben je schrijver, punt. Ja, precies. Maar wat ben je het meest? Hoogleraar. Nou ja. Nee, ja. Op dit moment, het laatste boek kwam uit in november 2018. En daarna is het heel druk geweest met het team in Delft. Dus ik heb heel weinig geschreven. Ik heb een paar kleine dingetjes op een laag pitje staan waar ik wat aan sleutel af en toe, maar... Ja. Het gaat nog even duren voordat daar weer tijd voor komt. Ja,
Ja, en dat viel me ook op, want ik had ook even een beetje zitten rondkijken op wat je zo al had geschreven. En toen zag ik je blog website en dacht ik, dat is niet meer gelukt na januari 2019. Nee, klopt. Ja, dat denk ik af en toe weer, daar moet ik weer mee beginnen. Daar heb ik ontzettend veel lol aan om dat te schrijven. Maar zoveel uren in de dag. En ik moet ook eerlijk zeggen, door de pandemie, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb dus nu, mijn agenda is voller dan toen ik nog gewoon op kantoor zat. Dus ik heb de indruk dat allerlei dingen die je normaal even in de marges doet, nu allemaal weer afspraken worden. Dus ik heb van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat calls. En dat bevordert ook niet voor het schrijven. Als ik dan helemaal klaar ben, dan ben ik tamelijk afgedraaid. En dan met een boekje in bed liggen. Met een comfort blanket erbij. En een beetje precies. Ja. Ja. Nou ja, ik... je vraagt hoe het voor mij is. Wij hebben op zich met ons nieuwe bedrijfje hebben dan de luxe dat we zo'n klein team hebben. En dat we eigenlijk ook zonder corona al wel bedacht hadden om niet altijd bij elkaar te zijn. En gewoon te zorgen dat we gewoon goed onze eigen gang konden gaan. En niet continu elkaar nodig hadden. Dus dat lukt wel aardig. Maar ik moet meer in zijn algemeenheid zeggen dat je gewoon omdat... Nou, nu ook hè, met de thuisscholen van kinderen. Die van mij, die hebben die begeleiding echt nog nodig. Die zijn 4 en 7. Ja. Je dag valt gewoon niet te plannen. Dus het is gewoon... Je hoopt gewoon dat je inderdaad een paar productieve uurtjes kan vinden op een dag. Dat is gewoon even wat het is. Daar kan je ook heel erg druk over maken. En dat is denk ik ongezond. Dus je moet je daar ook een beetje bij neerleggen. Gewoon doen wat er kan en het eventjes daarbij laten. En dat is goed. Zoiets. Dat is mijn idee dan. Dus, maar goed. Ja, precies. Nou, we komen er wel weer uit. En dus jij bent voornamelijk hoogleraar. En wat is er dan veranderd sinds januari 2009? Want voor die tijd, volgens mij was je eerste blog al in 2004 of zo. Dus je bent wel 15 jaar lang heel druk aan bloggen geweest. En toen ineens niet meer. Ja, er zijn stukken geschreven in de loop van 15 jaar. Maar de eerste jaren, ik weet eerlijk gezegd niet meer precies hoeveel jaren. Ik denk de eerste 6 of zo jaren schreef ik bijna elke dag. Ja. Ik had toen ik begon... begon bloggen net. Begonnen net zeg maar standaard tools voor te komen. Daarvoor had je mensen die gewoon zelf HTML liepen te kloppen om elke dag een stukje op hun website te zetten. En daarna kreeg je Blogger, wat door Google werd gekocht. En ik geloof WordPress kwam ook in die tijd. Blogspot? Ja, Blogspot natuurlijk. Ik had toen 2 weblogs die ik heel trouw elke dag las. Dat was het eerste wat ik deed als ik op kantoor kwam. Die 2 weblogs lezen, vond ik superleuk. En toen dacht ik, dat wilde ik ook. En toen ben ik dat gewoon gaan nadoen. En dat beviel mij en het beviel ook anderen. En toen ben ik ook met die webloggers, dat was toen ook een vrij klein sociaal kringetje, ben ik bevriend geraakt. En toen had je wat van die meetups en zo. En toen heb ik een tijd lang heel fanatiek geblogd. Totdat ik... een gezin, dus getrouwd trouwde en een gezin kreeg. En dan, heb je veel minder tijd. En B, vallen heel veel onderwerpen ineens toch onder een soort privacy overwegingen. Nee. Daarvoor kon me dat niet zoveel schelen. Dat remt ook. Er zijn nu ook best wel veel dingen, als ik daar gewoon over zou schrijven, zou ik elke dag wel een stukje kunnen maken. Maar dat zijn nu, het is gewoon de sfeer van andere, de privésfeer van andere mensen, daar wil ik niet intreden. Ja. En vandaar dat het fictie is, wat je ook als je meer in boekvorm schrijft, dat het zogenaamd fictie is, zeg maar. Ja, dat schept net een plausible deniability. Ja, precies. Nou ja, ik snap het. Oké. Ja, en weet je nog waar je eerste blog over ging? Allereerste? Nee, geen idee. Ik vermoed iets van Hallo Wereld. De Borg? Nee, dat is niet de allereerste. Ik heb op een gegeven moment een soort grote schoonmaak gehouden. Oké. Omdat er stonden allemaal hele persoonlijke dingen in. En op een gegeven moment... Want ik deed het ook anoniem. Ik deed het onder pseudoniem.
op een gegeven moment ben ik het onder mijn eigen naam gaan doen. En toen dacht ik, nou moet ik wel even in het archief gaan opschonen. Want dat wordt een beetje, dat gaat dan met mijn professionele leven een beetje raar door elkaar lopen. Ja. Oké, dus de Borg is de oudste. Ja, op jouw website bijzinnen.com is dat de eerste die daar die erop staat. De Borg. Ja. De meneer van het ministerie. Ja, dat weet ik nog wel, ja. 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 Ja, ik vond het wel een leuk verhaal. En die had ik dus gelezen vlak voordat ik jou ging bellen om dit gesprek voor te bereiden. Toen dacht ik, ik moet niet al te lange intro maken, want anders dan maak ik dezelfde fout als die meneer deed. Want die was volgens mij een ent in de ruimte aan het Oké, dat stukje weet ik niet meer. Okay. Nou goed, ja, en de laatste die erop staat is over je fiets. Over een fiets. Ja, dat was natuurlijk ja. Ik had een fiets gekocht, ja. En heb je hem nog steeds? Zeker, ik ben nog afgelopen dag een beetje dubieus qua coronaregels misschien. Ben ik op de Veluwe gaan fietsen. Ja. Ja, waarom, dat mag toch wel? Ja, maar ja, je moet... een vriend kwam mij ophalen. We zaten keurig met mondkapjes in de auto. Fietsen achterop zijn rek. En we zaten nog, ik geloof, 2 minuten op de snelweg. En dan stond er een groot bord van Rijkswaterstaat. Blijf thuis. Ja, ja. Dus ik dacht, we doen iets niet goed hier. Ja. Maar inderdaad, ik heb super veel plezier op die fiets. Het was een obsceen bedrag voor mijn gevoel. Ik heb €2100 voor die fiets betaald. Nou, dat vind ik absurd. Toen. Nu denk ik, ik had best nog €2000 voor een echte mooie Santos of zo uit willen geven. Of of zo'n Koga World Traveler. Ik zit elke dag op dat ding. Ik vind het zo'n geweldig mooi stuk engineering. Ja, ja, wat is het, een racefiets? Of is het een... Nee, het is zo'n tracking fiets. Waar je die vol met tassen kan hangen en op vakantie kan gaan. Okay. Wat we afgelopen zomer ook met het gezin gedaan hebben. Echt superleuk. En dan heb ik een... Ja, dit wil niemand weten hoor, als je naar een cybersecurity podcast komt. Maar jij vraagt erom. Nou, ja. We hebben een Gates drijfriem, dus geen ketting, maar zo'n drijfriem. En een Roloff na versnelling. Nou, dat is als je dan fietsenliefhebbers hebt, een Roloff. Ja, dan heb je wel echt wat moois. Oké. Okay. Ja. En het super is dus, het was natuurlijk heel sneeuw. Ja, er lag nog allemaal sneeuw op de Veluwe en modder en zo. En mijn vriend heeft gewoon een derailleur en een ketting. Nou, dat ding schakelde na een uur of twee vroeg geen meter mee. Want je zit vol met gruis. En ja, die naversnelling en die drijfriem, daar kun je een beetje ongeveer onder water mee fietsen. Precies. Dus nu, dan komt toch jouw liefde voor techniek al een klein beetje boven drijven. Ja, ja. Ik ben ook een gesneuvelde techneut. Ik ben ooit natuurkunde gaan studeren. Ik ging heel erg nat op de wiskunde. En toen heeft mij iemand daar een verstand gebeuteld. Nou, in het tweede jaar gaan we tensorrekening doen voor de kwantummechanica. Toen dacht ik, oké, dit wordt hem niet. Dus toen ben ik maar eens wat anders gaan verzinnen. Wegwezen. Ik had altijd een beta oriëntatie. Ja. Ja. En zelf in Delft ook gestudeerd? Nee, ik heb in Leiden bestuurskunde gedaan. Aha. Ja, en toen ben ik wel in Delft gaan promoveren. De afstudeerhoogleraar waar ik toen... mijn scriptie bijschreef, Ernst Heuvelhof, die was net hoogleraar in Delft geworden. Bij een nieuwe faculteit toen nog, techniek en bestuur. Ja, toen heette die technische bestuurskunde. Een soort mix van bestuurskunde en allemaal engineering vakken. Die studenten daar kregen. En die haalden mij daar naartoe. En toen ben ik daar gaan promoveren. En ik ben nooit meer weggegaan. Nee. Ik zit er nu nog. Ja. Maar, ik heb een soort vooroorlogse carrière. En is dat het onderzoek geweest waar jouw rapport te literair werd bevonden? Want dat was mijn proefschrift, ja. En ben je daar trots op of was het echt wel baan? Ja. Nee, kijk, ik was er gewoon op gepromoveerd, dus ik had er verder geen last van. Maar toen vertelde later iemand mij, bij de TU zijn er voor mensen die gaan promoveren, daar is een soort cursus aanbod. En een daarvan is academisch schrijven. En er kwam iemand naar mij toe die zei... ja, ik was vandaag bij de cursus academisch schrijven... en daar werd jouw proefschrift in de lucht gehouden... als voorbeeld hoe het niet moet. Want okay. Die was te literair. Ja. Nou, toen dacht ik, mooi, die pik ik toch maar even mee. Ja, dan word je genoemd, dat is goed. Oké, maar dus je bent gepromoveerd met dat onderzoek... maar het was wel te literair. Dus het was een soort, vond die docent, die heeft dus blijkbaar... Ja, bepaalde opvattingen over hoe wetenschap geschreven moet worden. Maar de commissie die mijn proefschrift afzegende had er blijkbaar geen last van.
Nee, nee, oké. Okay. En, maar als je er zelf op terugkijkt, kan je het er mee eens zijn? Of zou je het op die manier beoordeel jezelf als proefschriften, dat je denkt, nou, wat is dit nou voor literair stuk? Nee, dat probleem heb ik nog nooit gehad. Nee. Je probeert toch uiteindelijk nieuwsgierigheid op te roepen en te bevredigen door met een onderzoek daar over een bepaalde vraag iets te weten te komen. En het belangrijkste uitdaging voor proefschriften is dat ze die nieuwsgierigheid te weinig oproepen. Dus dat je eigenlijk denkt dat iemand heeft keurig alles gedaan wat de bedoeling is. Maar de vraag die beantwoord wordt, is niet, ja, of niet belangrijk, of is banaal, of is triviaal. Dat je denkt, ja, dat had ik je ook kunnen vertellen. Er zit heel veel puzzelwerk in wetenschap om niet alleen niet. Kijk, het is helemaal niet moeilijk om de waarheid te vertellen. De zon gaat op elke dag. Nou, oké. Ja. Toch kun je dat niet publiceren als je dat opschrijft, ondanks dat het de waarheid is. Want het is niks nieuws. Dus je moet altijd iets geks doen, of iets, een ingewikkelde puzzel, dat je iets moet verzinnen wat nog niemand heeft beweerd. Maar je moet het wel kunnen aantonen. Ja. Ja, maar zo leer dat is, ja, god, dat is de essentie dan toch ook van wetenschap? Of? Zeker, maar dus daar zit iets heel creatiefs in, dat is mijn punt. Ja, ja. Dus dat het dan te literair wordt, ja, dan denk ik, ja, goed, dat is eigenlijk intrinsiek. Kijk, je kan het ook heel droog opschrijven daarna. Ja. Maar je moet nog steeds een goede puzzel opwerpen. Ja. Ja, maar dus je bent gepromoveerd vanuit bestuurskunde in Delft. En wat was dan het onderzoek waarop je bent gepromoveerd? Milieucontroverses. Nog één keer? Milieucontroverses. Controverses in het milieubeleid. Oké, toen al. Ja. Die waren toen ook, ja. Ja. Voordat je klimaatontkenners had, had je toch ook wel verschil van mening. Iets minder rigoureus misschien, maar ja. Ja. En oké, dus die waren er. En wat was je, waar ging je onderzoek dan over? Wat heb je gepubliceerd? Ja, uiteindelijk was het een proefschrift rondom 4 of 5 van die milieudiscussies. En dan bracht ik in kaart hoe de verschillende partijen redeneerden en ook hoe je daar een bepaalde uitweg uit kon vinden. Nee. Ik had daar een heel grappig boek ontdekt in de VS. Die man heb ik later nog uitgebreid mee samengewerkt. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik kwam dat boek tegen. Ik dacht, dit was ook zo'n boek waarvan ik dacht, dit is wel heel literair. Ja. Ja, nog voordat iemand dat over mijn proefschrift zei, dat ik dacht, dit is anders dan alle andere boeken die ik heb gelezen. En ik heb dat een beetje nagedaan wat die man deed. Dat vond ik zo mooi bedacht. Ik dacht, nou, daar ga ik zelf niks beters voor verzinnen. Ja. En de grap is ook, als je het dan probeert na te doen, doe je uiteindelijk toch weer iets anders. Want je kan dat natuurlijk helemaal niet nadoen. Nee. Oké, dus dan ben je gepromoveerd op het gebied van milieu en bestuurskunde. En dan ineens, dan een hele hoop stappen verder, ben je hoogleraar cybersecurity. Dus ja. Ik heb je wel eens ergens over gezegd. Waar is het misgegaan? Nou ja, misgegaan. Dat zou ik niet willen zeggen, maar je hebt ook wel ergens al een keer uitgelegd van ja, dat is niet heel erg bedacht of zo. Dat is een beetje langzamerhand ontstaan, toch? Dat, ja, klopt. Ja. Ik was wel na mijn proefschrift verzeild geraakt in onderzoek naar grote infrastructuren. Dus energie, telecom en water, verkeer en vervoer. En dat is heel Delfts onderzoek, zal ik maar zeggen. Dat vinden mensen bij ons belangrijk. En ik zat altijd te kijken naar het internet. En dat past het voor geen meter in een soort theoretische modellen waarmee die andere infrastructuren beschreven werden. Internet was chaotisch, het was heel gefragmenteerd. Allemaal, iedereen had een stukje internet in handen. Er werd van alles aan elkaar geknoopt zonder een centraal ontwerp. En ik dacht altijd, daar wil ik iets mee. En dat was een interesse die ik eigenlijk al heel lang had. Want zelfs toen ik bestuurskunde deed, was mijn favoriete werkontduiking was /dot lezen. Zo'n nerd weblog. Bestaat ongetwijfeld nog steeds. Maar ja, toen was het heel groot, volgens mij. Dus dat als ik even geen zin had om iets nuttigs te doen, dan ging ik dat lezen. Dus ik had wel heel veel soort van IT-dingen geïnternaliseerd, geabsorbeerd. Ik heb zelfs, bedenk ik me nu, ooit nog overwogen om informatica te gaan studeren. Toen kwam ik op de open dag bij de TU Eindhoven.
En toen stond daar een man voor de zaal van allemaal 17 en 18-jarige scholieren. En die zei, ik wil één ding duidelijk maken, zei die man. De eerste 2 jaar raak je geen computer aan. Was alleen maar wiskunde. Toen dacht ik, oké, dat wordt hem niet. Dus dat wil je natuurkunde gaan doen. Dat liep ook niet goed af, heb ik je net verteld. Weer dat verdomde wiskunde wat er dan... Ja, precies. Dat is echt een Achilleshiel. maar dus langzamerhand, nadat ik die andere infrastructuur daarmee bezig was geweest... toen deed ik regelmatig een soort opdrachten voor het ministerie van Economische Zaken... die dan probeerde na te denken over security en betrouwbaarheid van die infrastructuren. Kwam op een gegeven moment ook... Ja, zij moesten ook iets met internet... En toen dacht ik, oh, sorry. Ja. Hartstikke gezondheid. In je elleboog, hè, Michel? In je elleboog. Goed punt. Ja. Net op tijd. Ja, gezondheid. Geen keer wordt het woord mij weer. Ja. Toen wilden zij heel graag ook een manier om daar over internetveiligheid na te denken als probleem. En tot dan toe was het overheidsbeleid heel erg... laissez-faire geweest, hands-off, zelfregulering. Alleen maar een beetje stimuleren, geld in surfnet pompen. Af en toe zo'n nota schrijven over elektronische snelwegen. Want dat begrepen ze wel in Den Haag met opritten en afritten en congestie en zo. daar konden ze wel wat mee. Maar dat was allemaal heel soort van stimulerend. En toen dachten ze, ja, maar het wordt nu toch wel serieus met al die security problemen. Botnets, phishing, spam... Daar hebben we toch wel echt veel last van. Maar hoe moeten we daar überhaupt als overheid over nadenken? Dus toen ging ik daar een stuk over schrijven. En toen kon ik eigenlijk ineens, 15 jaar werkontduiking kon ik witwassen. Want al die soort van die interesse in IT kon ik te gelden maken. En toen ben ik met een Amerikaanse econoom gaan samenwerken aan dat onderzoek. En dat werd uiteindelijk een rapport van de OESO, een soort... intergovernementele organisatie op economisch beleid. En toen hadden we tot mijn stomme verbazing iets gedaan wat nog niemand gedaan had. Dat was echt toeval. Misschien ook gewoon omdat het veld heel jong was. We hebben het nu over 2007, 2008. Er waren helemaal niet zoveel in de wetenschap, niet zo heel veel mensen met cybersecurity bezig. Nee. Je had wat cryptografen, je had een handjevol netwerk security mensen. Nou, die waren vooral bezig met protocollen en zo. Maar wij deden echt in de realiteit iets meten en observeren. Dus dat was al heel leuk. Toen dacht ik, dit vind ik echt super gaaf. En toen had ik dat rapport een keer gepresenteerd. En toen kwam de CTO van Trend Micro, die kwam naar me toe. En die zei, wil jij 12 terabyte spamdata hebben? En ik dacht, ik weet niet wat er mee moet, maar meer data is beter. Dus ik zei ja. Vervolgens... kreeg ik allemaal mailtjes met moeilijke uitleg over rsync en weet ik wat allemaal niet, wat ik moest gaan opzetten, waar ik allemaal de ballen verstand van had. Toen had ik gelukkig een student die bij mij aan het afstuderen was en die had een bachelor in software engineering. Dus ik stuurde hem... weet ik zijn naam nog. Hadi Askari was dat. En hem stuurde ik die e-mail door met die hoe we bij die data konden komen. Dus hij downloadde dat. En toen vroeg hij, wat moet ik daarmee doen? Ik zeg, kunnen we daarmee uitvinden hoeveel besmette machines er binnen de netwerken van ISP staan? Want toen waren botnets de belangrijkste bron van spam. Misschien nog steeds wel, ik hou het niet meer zo bij, het spam gebeuren. En toen zei hij, ik kan het wel op AS-niveau. Op het niveau van Autonomous Systems kan ik het wel tellen. Want dat kun je mooi met het scriptje IP-adressen, BGP-lookups. En dan kun je dat daarop sorteren. Ik zeg, maar AS, wat zijn AS? Dat is niks. Dat is een routeringstoestand. Ik wil bedrijven. Ik wil weten welke bedrijven hebben de meeste van die rommel. En toen zei hij, maar dat kun je niet automatiseren. Ik zeg, maar kunnen we het toch doen? Goed en wel. Toen zei hij, to his credit, zei hij niet nee. Want ik denk dat 9 van de 10 informatici hadden gezegd, maar dat is geen informatica. Als je niet kan automatiseren, is het geen informatica. Ja. Dus hij zei, ik ga er even over nadenken. Toen kwam hij terug een week later. Zei hij, ik denk dat het een maand kost, maar het kan. Dan ga ik het gewoon met de hand AS'en aan internetproviders toewijzen.
hadden we hele dure commerciële database gekocht van internetproviders in 80 landen. En uiteindelijk duurde het niet 1 maand, maar 6 maanden. Maar toen hadden wij dus als eerste in de wereld een soort landkaart van alle AS'en, van alle breedbandaanbieders in, nou ja, 80 landen. Ja. En toen konden we die spamdata erin gooien en toen konden we zien, hey, deze provider heeft 20 of 50 of 100 keer meer besmette machines dan die provider, ook al hebben ze evenveel klanten. Raar, hoe kan dat? Nou, toen begon het balletje te rollen. Dat bleek niemand te doen. En toen kwam het ene project na het andere project. En nou ja, inmiddels zit ik nu met kleine 25 mensen in Delft dit onderzoek te doen. Dit onderzoek te doen? Nou ja, nu heb je 1 voorbeeld. Hè? Dus we hebben nu op allerlei terreinen onderzoek. Maar het is wel altijd onderzoek wat een soort combinatie is van informatica technieken. Vaak om data te verzamelen en data te interpreteren. Met eigenlijk sociaal-wetenschappelijke vragen over gebruikers of over bedrijven of over overheden. En die twee dingen koppelen we dan aan elkaar. En dat is vaak heel puzzelwerk om het aan elkaar te koppelen. Dat is ook waarom het in de informatica niet gedaan werd. Die vonden het veel te rommelig probleem, daar is geen zin in. En wij zijn niet vies van een beetje met de hand dingen aan elkaar plakken. Ja, dan kun je dus dingen doen die nieuw zijn. Dus dat is superleuk. Ja, ja. En dan werken er 50 mensen in je ja, de meeste zijn promovendi. Dus mensen die in 4 jaar lang een proefschrift gaan maken. Een paar postdocs en 3 universitair docenten. Oké. Okay. Dus zijn vaste medewerkers. Ja, ja. Precies. En zitten daar veel internationale van de studenten? Zijn er ook veel internationaal? Nou, bijna alleen maar. Er zit heel weinig Nederlands tussen. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, als wij vacatures adverteren, komen er bijna geen Nederlanders op af. Dat is het korte antwoord. En ik vermoed omdat de private sector te aantrekkelijk is. En dat veel mensen hebben ook een heel raar beeld van promoveren. Die denken, dan moet ik 4 jaar in een stoffig kamertje in mijn eentje naar een scherm gaan turen. Nou, dat is helemaal niet zo. Wij, al onze projecten zijn samen met bedrijven en met overheden. Fox IT, AIVD, Justitie, Veiligheid, NCC. Nou, verzin het allemaal maar. Secura, ziekenhuizen, gemeentes, van alles en nog wat. Dus het staat heel erg in de praktijk. Maar dat is niet het beeld wat mensen hebben van promoveren. Dus sowieso is er al een hele kleine groep mensen die wil promoveren. En daarbinnen, ik was natuurlijk ook niemand in de informatica. Want ik ben niet eens een informaticus. Dus het was voor mij heel moeilijk om in beeld te komen bij Nederlandse afgestudeerde informatie. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaan Iraniërs en toen heb ik allemaal Pools, Spaans, Braziliaans, Pakistaans. Nou, vergeet nog vast iets. Die heb ik allemaal in een team gehad. En ja, supergoeie mensen. Want voor hen is het echt een opportunity om naar Delft te komen en dan te promoveren. Krijgen ze nog betaald ook. Dat vonden ze al heel onbegrijpelijk. Dat een baan is. Dus nee, het is heel internationaal. En hoe lang werk je al op die manier? Hoeveel jaar hebben we het dan over? Dat je... Ik denk nu zo'n 12 jaar of zo. Ja. 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 Ja, dan moet je inmiddels ook wel gevonden worden, zeg maar, internationaal. Ja, nee, nu staan we op de kaart. De eerste paar jaar was het lastig. En zodra je in die 4 topconferenties in de cybersecurity onderzoek. Welke zijn dat? Usenix Security. IEEE Security and Privacy. ACM Communications and Computer Security, SCCS. En NDSS, Networks and Distributed Systems Security. Ik weet niet eens waar het voor staat precies. NDSS. Dus die 4 daar Amerika. Ja, is allemaal Amerikaans. Ja, ja. Ja. Dat levert weer zijn eigen uitdagingen op. Hè, dat er een behoorlijke bias richting de VS in zit. Ja. Dus als jij een onderzoek doet bij 1 organisatie. En je doet het in Nederland. Dan krijg je van de reviews te horen, ja, dat is 1 organisatie in een of ander Europees land. Hoe generaliseert dat? Maar als je dat dan doet bij een Amerikaans bedrijf, dan vinden ze dat heel normaal. Ja. En dan telt het ineens wel. Dus ja, er zit wat bias. Maar dat is wel de laatste jaren erg verbeterd. Dus nu zijn die conferenties heel internationaal. Ja. Ja. Dus zodra je daarin publiceert, dan word je zichtbaar. Dan gaan informatici je serieus nemen. Ja.
En nou, als je bedenk jij, of hoe komt een nieuw onderzoeksvraagstuk, hoe popt dat op, hoe werkt dat? Ja, dat is een heel rommelig creatief proces. Ja, je moet een soort koppeling zien te maken tussen een methode, een vraag en data. En in de boekjes leer je dat je altijd eerst de vraag moet stellen die je wil beantwoorden. En daarna moet je een methode kiezen om die vraag te beantwoorden. Daarna ga je data verzamelen. Nou, in de praktijk werkt dat niet zo. In de praktijk doe je alles door elkaar. Dus één grote spaghetti. Omdat je kan een vraag stellen, maar als jij weet van ik kan niet de data verzamelen om die vraag te beantwoorden, dan heeft die vraag stellen niet zoveel zin. Of dan krijg je gewoon heel slecht onderzoek, want je hebt niet de goede data kunnen verzamelen. Dus heel vaak denk je achteruit. Je denkt, wat voor data kan ik verzamelen? Welke vraag kan ik daarmee beantwoorden? Ja. En nou, dat is een heel soort van puzzelwerk, want het moet ook een relevante vraag zijn. Je moet iets toevoegen. Dat vinden vooral informatie super belangrijk in het onderzoek. Novelty, hè? Dus doe je iets nieuws. Ze zijn heel snel verveeld, die mensen, is me opgevallen. Veel sneller dan sociale wetenschappers. Die hebben een hogere tolerantie voor herhaling. Maar die ingenieurs denken, ja, dat heb ik al gezien. Doe maar wat anders. Ja. Dus ja, daar in die soep zit je dan met een paar mensen onder een tafel en een whiteboard. En dan ben je gewoon aan het sleutelen. En dan komt er een half bakje idee uit wat niet blijkt te werken. Maar een deeltje ervan levert iets anders op dan je had verwacht. En de week daarna ga je daar weer aan puzzelen. En op een gegeven moment heb je iets wat ongeveer uitvoerbaar is. En maak je daar een onderzoek van. En daarna probeer je het netjes op te schrijven. Ja, en op welk moment komt er dan iemand die op dat onderzoek gaat promoveren? Is die allemaal vanaf het begin af aan betrokken? Of is er op een gegeven moment Zeker. Nee, want die doet het werk. Ja, ik zet daar heel leuk te orakelen aan zo'n tafel. Ik vind dat geweldig. Dat vind ik het leukste deel van mijn werk. Weet je, gewoon uit de losse pols ideeën aan elkaar verzinnen. En van wat ik verzin is 90% echt totaal onbruikbaar. En zo, er zit zo'n arme PhD. Nou, sommige PhD's schrijven dan niks op. Die zitten dan een tijdje aan te kijken en dan gaan ze weg. En dan weet ik nooit wat erna gebeurt. Soms heb ik dan de week daarna weer hetzelfde gesprek. En anderen zitten als bezetenen te schrijven. Maar uiteindelijk ontstaat daar een dialoog en die mensen moeten het echt doen. Dus ik kan wel van alles verzinnen, maar zij moeten het kunnen uitvoeren. Zij moeten het zich eigen maken en uiteindelijk hoort het ook echt van hen. Ik bedoel, wij geven feedback als begeleiders, maar het is hun werk. Ja. En dan plak je een paar van die publicaties aan elkaar en dan promoveer je. Ja. En de private partijen die je noemde, die stappen in. Die ga je op een gegeven moment op zoek misschien naar een sponsor of iets dergelijks voor. Dus ik besteed heel veel tijd aan het bouwen van relaties met partijen in de industrie en bij de overheid. Dat is een beetje ook het lot van als je zo'n groep hebt. Hè, je wordt steeds meer een soort manager in plaats van een onderzoeker. Mm-hmm. Dus ik moet relaties opbouwen en ik moet geld ophalen. Ja. Want zo'n promovendus, de universiteit heeft geen geld voor promovendi, hoe raar dat ook klinkt. Dus elke promovendus die wij hebben, die is gefinancierd door iemand buiten de universiteit. Dat kan een bedrijf zijn of dat kan de overheid zijn. Maar ergens komt dat geld vandaan. Maar dat moet dus eerst opgehaald worden met een voorstel of met een idee of met het begrijpen dat iemand een bepaald probleem heeft waar ik een oplossing voor kan suggereren. En dan ga je iemand aannemen, dan gaat de bal rollen. Ja, en wordt er helemaal geen geld vanuit de overheid daarvoor beschikbaar gesteld? Nee, het geld van de overheid, dat heet de eerste geldstroom, dat is eigenlijk alleen maar, en zelfs dat nauwelijks, dekkend voor het onderwijsgedeelte van de universiteit. Dus daar kun je dus universitair docenten mee aannemen, dus vast personeel. En die mensen zijn heel veel tijd bezig met gewoon opleidingen in de lucht te houden. Ook mooi werk, daar niet van. Maar daar heb je eigenlijk maar zeer beperkt tijd voor onderzoek. Dus het onderzoek, eigenlijk het primaire proces van de universiteit, is in handen van tijdelijk personeel. En het enige wat de vaste wetenschappers doen, is dat tijdelijke personeel aansturen. En het geld ophalen om ze op te kunnen aannemen. Ja. Maar ons primaire proces wordt uitgevoerd door mensen die ik maar 4 jaar heb. Of soms maar 2 jaar. En daarna moet ik weer overnieuw beginnen. Ja. Ja. Ja, en dan is ook de vraag van, stel je zou er geld in investeren, bij wijze van spreken publiek geld, van wat levert het op
voor de publieke zaak. BV Nederland. Ja. 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 Ja, nou goed, die vraag hebben we natuurlijk heel vaak al gehad. Dat is ook een terechte vraag, hè? Daar gaat belastinggeld naartoe. Nou, laat ik het zo zeggen. De mensen die bij ons promoveren, die worden werkelijk weggerukt uit de universiteitskantoortjes. Een iemand waar ik nu aan moet denken, een vrouw die bij mij promoveerde, die had geloof ik 8 aanbiedingen van bedrijven en overheden. Dus er is evident een vraag in de markt naar mensen die dit kunnen. Ja. En ook juist op het niveau van PhD's. Dus je hebt het op het niveau van HBO, bachelor, master. Heb je op alle niveaus hebben bedrijven bepaalde behoeftes. Maar er is dus ook een behoefte aan PhD's. Mensen die je een volkomen ongestructureerd probleem in de schoot kan gooien. En denken, nou, ik weet het allemaal niet, verzin maar wat. Ja. En die mensen kunnen dat. Want die hebben dat zelf al heel vaak moeten doen aan de universiteit. Dat niemand wist hoe iets moest en dat zij het gingen uitvogelen. Ja. En dus daar is heel veel vraag naar. Dus op die manier heeft het opbrengst. Daarnaast heeft het onderzoek af en toe directe opbrengsten. We doen onderzoeken. Bijvoorbeeld afgelopen november is een rapport uitgekomen wat we voor het ministerie van Justitie Veiligheid hebben gemaakt over de hosting van kinderporno in Nederland. Een soort overzicht gemaakt van bij welke bedrijven staat dat? Hoe lang staat het daar? Hoe verandert het door de tijd? Wat is de relatie tussen die bedrijven en de domeinen waar het zich op bevindt? Ja, dat is onderzoek waar dat ministerie rechtstreeks mee aan de slag gaat. Om die bedrijven aan te spreken, om beleid te verzinnen. Ja, volgens mij was het, dit moet een beetje ook de baas hebben gegeven voor dat artikel in New Yorker. Dat jij wat commentaar bijgegeven ging over bulletproof hosting. Ja, ja, dat is gelieerd daaraan, ja. Ja, enigszins. Niet direct verbonden, maar... Ja, want dat, ik had het even snel gelezen, maar je beschreef de Catch-22... dat eigenlijk de opsporingsdiensten niet de bevoegdheid hebben om ten eerste te weten dat er dergelijk materiaal daarvoor komt. En vervolgens ja, ook niet de bevoegdheid hebben om het daarna offline te halen? Of wat, zeg je ja, om speciale opsporingsmiddelen in te zetten. Ja, ja. Ja. Dus de Catch-22 is, er zijn, en iedereen die in de internetbusiness werkt, die kent die verhalen over bepaalde providers die dan shady of ronduit crimineel zijn. Hè. Er zijn een aantal namen, die gaan er steeds rond. Nou, voor een deel is dat roddel zeg maar, in een dorp. Mensen hebben een reputatie en dat wordt vrij makkelijk, vind ik zelf, over gesproken, alsof dat heel duidelijk is. Oh, dat is een bulletproof hoster, zeggen mensen dan. Denk ik heel vaak, nou, hoezo? Dat is mij helemaal niet duidelijk. Waar blijkt dat uit? Maar goed, er zijn een paar van die bedrijven die zijn dat. Of tenminste, die hebben ernstig de verdenking tegen zich. Ja. Maar als jij strafrechtelijk gezien bijvoorbeeld zo'n bedrijf wil tappen, om te kijken of zij inderdaad moedwillig die criminelen faciliteren, dan moet je dus al bewijs hebben dat zij moedwillig de criminelen faciliteren. Ja. Want ook legitieme providers hebben criminelen in hun klantenbestand en hebben gehackte websites waar allerlei ellende mee uitgehaald wordt. He, dus alle providers hebben dit probleem. Ja. En dan is het best wel moeilijk om de bewijsvoering rond te krijgen om te zeggen, ja, maar dit bedrijf heeft wel heel veel van dit probleem. Ja. Want die bedrijven zijn vrij slim om net onder de, zeg maar, net onder de drempel te blijven van waar het heel evident is dat ze daar zelf aan meewerken. Dus krijgen ze geen redelijke verdenking rond de politie. Dus mag je niet tappen. Ja. Dus kun je niet de verdenking rondkrijgen, aantonen dat die bedrijven moedwillig meewerken aan criminaliteit. En die zaak die in de New Yorker genoemd wordt, die hebben mensen vast ook wel meegekregen, de cyberbunkerzaak. Cyberbunker, ja. Ja, en er was een andere zaak in Nederland, MaxiDead. Dat is waarom ik in dat artikel van zat raakte. Ik heb met de politie aan die zaak gewerkt. Dat is een bulletproof hoster die de Nederlandse politie uit de lucht gehaald heeft. En voor de cyberbunker. En dat was in zekere zin een toevalstreffer. Want zij waren bezig met een kinderporno-onderzoek. En toen bleek er een filesharing dienst te zijn, Depfile, waar heel veel kinderporno werd geshared. En dat daarvoor, nou dat was evident dat daar kinderporno werd geshared. Dus daardoor kregen ze van de rechtercommissaris toestemming om die website te tappen. En toen hadden ze enorm mazzel dat op diezelfde server draaide het ticketing systeem van de hosting provider, MaxiDead. Oh ja.
Dus ze konden gewoon meekijken met de tickets. En daar stond gewoon in. Hey, mijn command and control server is uit de lucht gehaald. Wat hebben jullie nou gedaan? Dus zei iemand, ja, je moet even zoveel euro betalen. En dan zetten we hier een nieuwe server voor je klaar. Dat was echt volkomen glashelder. Dat die mensen daar moedwillig criminaliteit faciliteerden. Dus zo, ja, via zeg, een soort bijvangst is die zaak aan het rollen gekomen. En alsnog voor de rechter soort van in elkaar gestort. Dus de rechter vond dat onvoldoende bewijs dat zij echt strafrechtelijke fout, dus aantoonbaar fout waren geweest. Het was duidelijk dat het geen net bedrijf was. Maar de rechter zei, het is niet aangetoond dat zij een criminele onderneming vormen. Ja. Dus die gasten zijn van bijna alle aanklachten vrijgesproken op eentje na witwassen. En daar hebben hele kleine straffen zijn daarvoor uitgedeeld. Dus die kwamen na de rechtszaak onmiddellijk weer vrij. Dus daar waren ze bij de politie niet zo blij mee. Nee, oké. Okay. Wanneer is dat onderzoek geweest? 2019 is dat, denk ik, okay. Is dit bij de rechter de uitspraak gekomen, als ik me goed herinner. Ja. Nou, die hebben ze aan mij voorbij gegaan. Maar het was mijn sabbatical jaar, was dat. Dus het was je leuker. Gewoon, dat was ik gewoon. Gewoon appels aan het snijden en dat soort dingen allemaal. Ja, oké, maar dat is wel. Volgens mij vindt een beetje die worsteling ook met een soort van opsporingsbevoegdheid en eigenlijk wel weten, maar daarna kunnen aantonen of überhaupt de bevoegdheid krijgen om te kunnen tappen of iets te kunnen onderzoeken. Dat vindt op allerlei schalen plaats. En wij zien dat. We zitten vrij actief zelf een beetje in de online wereld, Telegram en dat soort dingen ook rond te zoeken. En een beetje te volgen van oké, wat gebeurt er nou overal? En dan heb je ook wel eens contact hier met de instanties. En dan merk je ook van het is voor hun dus heel ingewikkeld om dat te volgen. Zelfs te volgen. Jij en ik mogen dingen vooral. Die zij niet mogen. Ja, ja. Jij mag daarin gaan rondhangen en gewoon eens denken, eens even kijken wat hier gebeurt. Dat mag de politie niet zomaar. Nee. En wat vind jij daarvan? Want we hadden in het voorgesprek, dit moet ik iets anders inleiden. Want in het voorgesprek hebben we ook even gesproken over, is het nu het internet en alles, alle verbindingen en hoe dat allemaal is georganiseerd, is chaotisch. En dat is, je hebt continu eigenlijk een soort van druk of de verleiding vanuit instanties om dat beter onder controle te krijgen. De vraag is alleen inderdaad of dat nou of dat echt iets oplost, of dat het bijdraagt, of het überhaupt wel echt een probleem is of zo in de basis, dat het chaotisch is. Dus dit heeft er ook wel een beetje mee te maken, denk ik dan. Kijk. Er zitten twee kanten aan. Eén kant is, dit is de prijs die wij betalen voor het hebben van een rechtsstaat. Zo zie ik dat. Dus het is vervelend. Er wordt heel veel criminaliteit niet effectief bestreden. En je kan erover praten over of je de politie die net iets meer armslag of net iets meer zus of zo moet doen. Maar ook dan zal heel veel criminaliteit niet effectief bestreden worden. Ook als je de bevoegdheden iets zou oprekken. En dat is de prijs die wij betalen voor het hebben van de rechtsstaat. Dat betekent dat jij en ik vrij zorgeloos ons leven kunnen leiden zonder ons bang te hoeven maken dat ineens een of andere rare verdenking tegen ons wordt geuit, omdat wij iets vreemds hebben gezegd. Hè? Als je in Rusland woont, dan heb je een heel ander leven wat dat betreft. Dus ik zie dat als de prijs die we daarvoor betalen. En dat is het mij waard, want ik denk ook alle zorgen die we hebben over internetcriminaliteit en alle alarmerende berichten die daarover langskomen, met dat het allemaal weer stijgt. Alles stijgt de hele tijd. Hè? Het is wonderbaarlijk. Het blijft maar stijgen. En toch vergaat de wereld niet. Blijkt een hele hanteerbare situatie. Hele tolerabele situatie te zijn. Wij kunnen een samenleving draaien met heel veel misbruik van IT. Ja. Dat kan. Af en toe komt er een dreiging waarvan we denken, maar deze keer gaat het mis. En dus 10 jaar geleden was het de botnets. Die gingen toch wel. Dat was er wel even op een hele andere schaal. Dat hadden we nog nooit gezien. Nu gaan er echt dingen stuk. Maar wat blijkt,
allemaal partijen beginnen kleine aanpassingen te maken, beginnen te duwen en te trekken. En wie heeft het nu nog over botnet? Ze zijn er nog steeds. Maar het is een soort achtergrondruis geworden. Net als spam heeft ook niemand het meer over. Dat was ook ooit een serieus probleem. En nu hebben we dan bijvoorbeeld fake news. Hè? Daar zit ook een duidelijke infrastructuur, IT-infrastructuurkant aan. En nou ja, de zorgen zijn terecht. Hè? We zien nu om ons heen dagelijks wat de gevolgen zijn van hoe die technologie nu mensen, ja, het realiteitsbeeld van mensen beïnvloedt. Om maar eens wat. Ja. Dat is heel serieus. En ook daarvan denk ik, ja, misschien is het deze keer echt anders. En gaat er echt nu heel erg iets mis? Of dit is weer zo'n typisch aanpassingsproces. We gaan nu een paar jaar lang duwen en trekken. En dan wordt ook dat weer een soort tolerabel probleem. Ja. Waar we als samenleving mee verder kunnen. Dus hebben we niet opgelost, maar we houden het klein genoeg om er niet van ontwricht te raken. Net zo goed als we ook niet ontwricht raken door inbraken. Zo'n ontzettend klote als het je overkomt. Ja. Je er goed ziek van zijn. Maar verder ben je verzekerd. En de kans dat het gebeurt is relatief klein. Dus je hoeft niet elke week rekening te houden met een inbraak. Ja, maar is dan, is dan een beetje jouw idee om bij dit soort nieuwe ontwikkelingen om te denken van laten we even afwachten hoe het loopt voordat we te veel al gelijk in reactie gaan? Ja, dat zeg je terecht. Dus ik heb vaak een soort wait-and-see idee. Ja. Ook omdat de voorstellen die er op tafel liggen, vaak zie ik heel veel nadelen aan. Dus je kan wel van alles gaan doen, maar dat maakt het niet beter. Ook met het nepnieuws en de polarisatie die door die platforms worden aangejaagd, is niet helemaal duidelijk wat we daar nou aan moeten doen. Hè? We kunnen wel zeggen, het is heel goed dat eindelijk Trump van Twitter is afgegooid en dat al die QAnon-profielen verwijderd zijn. Maar daarna krijg je een ander platform waar die mensen dan op gaan zitten. En dan heb je een nog grotere bubbel. Hè? Dus dat is een nog afgeschermdere bubbel. Dan zitten ze met z'n allen op Parler. Denk je dan dat Russische antidedos. Ja. Hè, dus. En misschien is dat netto beter, omdat je dan in ieder geval minder aanzuigende werking hebt op het, vanuit het dominante platform. Dat Facebook mensen allemaal daar onbedoeld naartoe aan het fuiken is. Dus het kan zijn dat we netto iets beter af zijn als die mensen in hun eigen ghetto zitten. Maar dat weten we niet zeker. En het is ook niet helemaal duidelijk of dat echt uiteindelijk beter is voor een democratie. He, dat mensen die andere meningen hebben, dat die allemaal in hun eigen ghettootje gaan zitten. Ja. Dus we hebben vaak ook niet een hele duidelijke oplossing. En dan kun je beter, denk ik, proberen partijen zelf aanpassingen te laten zoeken, in plaats van met één grote bijl ergens in te gaan hakken. Ja. Ja, met als risico dan inderdaad dat de machtspositie van de big tech zo ontzettend uit de klauwen loopt. Tenminste, D66 stokpaardje in ieder geval, waar dat Dat die macht heel groot is, kunnen we met z'n allen observeren. Ook daar is de vraag, ja, wat moet je daar dan aan doen? Dan komen mensen met het idee, ja, je moet Facebook opknippen. Ja, oké, dan hebben we straks allemaal kleine Facebookjes. Wat hebben we dan precies opgelost? Dus ik heb het idee dat we daar nog zoekende zijn. En als je zoekende bent, moet je misschien niet al te ruige dingen doen. En je moet er ook van uitgaan dat allerlei mensen zich hier druk over maken en dingen aan het doen zijn. Je bent niet alleen. De overheid is niet alleen. En jij als bezorgde burger ook niet. En dat is een beetje mijn les van die eerdere golven in de cybersecurity. Dat er gebeurt heel veel wat je niet goed ziet, maar wat uiteindelijk optelt tot best wel een aardige manier om die problemen in het gereel te houden. Niet uit te roeien. Ooit dachten we dat de DDoS een heel erg ouderwets achterhaald probleem was. Nou, dat is ook een paar jaar soort van weg geweest. En nu is het weer een aantal jaren onuitroeibaar aanwezig. Dus geen enkel probleem op het internet verdwijnt ooit. Maar het wordt soort van tolerabel. We kunnen ermee voort. Meestal werkt het. Ja. 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 Meestal wel. Ja, ik weet je, ik zat een artikel nog te lezen van was in de Groene Amsterdammer. Het gaat natuurlijk nu heel erg als het gaat over governance en dergelijke. Over
ja, precies die actie om Trump van Twitter te halen en volgens Facebook en YouTube en al dat soort dingen. Het lijkt wel in ieder geval alsof we even een nieuwe fase instappen. Er zijn nieuwe evenwichten aan het ontstaan. Hè? Die bedrijven zeiden heel lang, dit kan niet. Wij kunnen niet gedachtenpolitie gaan spelen. Wij vrijheid van meningsuiting en wij zijn neutraal. Wij zijn net als de post, een doorgeefluik. Pardon? Mijn dochter komt vragen of ik iets zachter wil praten. Okay. Maar je praat echt hard. Ja. Oké. Okay. Welterusten. Je praat nog steeds even. Sorry? Je praat nog steeds even. Ja, schat. Ik doe mijn best. Maar anders kan ik niet zeggen. Goed. Sorry. Ja. Dames en heren, allemaal even iets geluid iets harder zetten. Want dan kan Michel gewoon rustig praten. Ja, het komt ook door die verrotte koptelefoon, want die is dan, geluid onderdrukken. Ja. Hoe heet dat nou? Noise cancelling. Hoe heet dat in Nederland? Geluidsonderdrukking. Geluidsonderdrukking. Oké, maar nu dus dan ga je zelf heel hard praten, want je hoort je eigen stem niet goed. Ah, fijn. Ja. Ik ga proberen mijn dochter niet wakker te houden. Ja. Die slaapt hier boven mij. Waar hadden we het in vredesnaam over? Ja, we hadden het over de platforms die dan iedereen eraf knikkeren. Of tenminste iedereen, Trump. En dat ze in een nieuw soort, dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen. Ja, ja. Waar zij in hun eigen rol natuurlijk ook... ze hebben heel lang het verhaal opgehouden. Wij zijn neutraal. Wij zijn net als de post. Dat verhaal... hebben ze de laatste, eigenlijk sinds de Trump-verkiezing en het hele verhaal over Cambridge Analytica en alles wat daarna is gaan rollen, heeft dat verhaal onderuit gehaald. En die bedrijven hebben nu inmiddels geaccepteerd dat zij een zekere verantwoordelijkheid hebben om de inhoud te modereren op dat platform. Ja. En dat gaan ze nooit goed doen. Hè? Want wat voor de een... modereren is voor de ander censuur. Dus uiteindelijk zal iedereen die bedrijven ten diepste verdacht vinden in hoe ze dat doen. En ik denk dat daar geen nette oplossing voor is. Ik denk ook dat daar de enige is waar je op kan hopen dat we genoeg variëteit houden. Ja. Dat platformen dit allemaal net even iets anders doen. En dat je daardoor ruimte houdt in de samenleving voor verschil van mening. En dat de ene de grens trekt bij, op YouTube kun je geen bloot zetten. Dus dat wordt gewoon door het algoritme opgespoord en verwijderd. En dat is prima, maar het is ook goed dat er plekken zijn op het internet waar dat wel kan. Ja. En niet per se om porno te verspreiden, maar meer om dat je gewoon ook, er zijn heel veel vormen van bloot die helemaal prima zijn en daar moet ook een ruimte voor bestaan. Dus als je, zolang je variëteit houdt, kunnen we als samenleving denk ik best wel een eind uit de voeten. Maar dan heb je wel ook diversiteit van platforms nodig. En dat is nu ingewikkeld. Ja. Ja, het leek er een beetje op alsof in ieder geval als de grondslag dan politieke voorkeur is, dat er een soort van een verschil tussen Twitter en Facebook bestond, zeg maar. Wat dat betreft. Dat Facebook net iets toleranter was. Ten opzichte van Trump, in ieder geval. En aanhang. Maar dat is dus blijkbaar daar ook over een bepaalde lijn heen gegaan. Dat ze niet meer achterhouden. Die aanval op het Capitool heeft natuurlijk even de kaarten opnieuw geschud. Ja, ja. Marietje Schaken ken je natuurlijk ook vast wel goed. En die is inmiddels werkzaam in Silicon Valley. Bij Stanford, Ja. En zij, want dat kwam vandaag voorbij op LinkedIn. Ik zal het even in beeld brengen. Dat kan. We hebben ook maar weer iets in beeld gebracht. En dan zou ik eventjes... even dit uitzetten. Anyway, maakt niet uit. Dus, dit is dus een artikel door Marietje Schaken gepost.
En zij werkt bij Stanford en zij had een artikel in de Groene Amsterdammer had samen meegewerkt over inderdaad die sociale media bedrijven en wat ze dus eigenlijk als een nieuwe fase waarin ze stappen. Nu, en zij zegt eigenlijk van het is eigenlijk begonnen, een soort van de verandering, door COVID. Omdat je ineens... Weet je, de rode lijn was eigenlijk vroeger altijd geweld en inderdaad kinderporno en dat soort activiteiten. En nu werd het wat moeilijker, omdat het ineens ging over het verspreiden van leugens die indirect gezondheidsproblemen zouden kunnen leiden. En dat is al een stuk moeilijker. En doordat dan vervolgens ook nog de president notabene rare uitspraken gaat doen over... dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ja, en dan was het nog steeds allemaal vrij mild. Hè? Want dan kreeg Trump op Twitter dan zo'n labeltje erbij van... disclaimer is disputed of zoiets. Ja. Daar is niemand van onder de indruk, denk ik dan. Nee. Dus in dat opzicht was het nog niet eens echt dat zij ingrepen. Het was meer dat ze het een beetje van een heel klein beetje van commentaar voor zagen. En ik denk dat de nieuwe fase nu is dat zij begrijpen dat een beetje labelen is niet genoeg. Je moet echt bepaalde content van je platform weren. En waar die grens precies ligt, weet niemand volgens mij in Silicon Valley. En ze doen allemaal iets wat een soort optelsom is van intuïtie, druk uit de omgeving, de niche van de markt die ze proberen te bedienen. Nou ja, en dan krijg je vrijheid van meningsuiting, discussie. Hij mag zeggen wat hij wil, want het is Trump die dan... En dan zeggen anderen weer van, dat is niet waar, want hij kan nog steeds gewoon een persconferentie houden. Dus hij heeft nog genoeg podium om te spreken. Ja. En dan is de vervolgvraag, waarom hij wel en waarom anderen niet? Die ook gewoon, bijvoorbeeld de president van Brazilië, die is ook anti, die gelooft ook niet dat corona bestaat. Maar anyway, het is wel mega interessant voor deze tijd, denk ik. Van hoe gaat het dan uitspelen? Zeker omdat we natuurlijk weten dat die centralisatie naar een aantal bedrijven, dat die voorlopig blijft en misschien nog wel sterker wordt. Dus dan word je heel afhankelijk van de keuzes die die bedrijven maken, waardoor die bedrijven weer veel meer onder maatschappelijke druk worden gezet om verantwoording af te leggen over die keuzes, om die keuzes mede te laten sturen door andere waarden dan alleen, laten we zeggen, directe verdienmodel. Ja. En je ziet ook dat die bedrijven daarin meegaan. Hè? Die zoeken een evenwicht tussen al die zaken. Ja, maar je hebt ook nu dan... ik vind het ook wel interessant dat je nu dan die... een soort van exodus vanuit WhatsApp naar Signal. Ja. En ook wel Telegram, maar vooral Signal. En dat ze nog steeds maar een fractie natuurlijk van het aantal gebruikers van WhatsApp. Ja. Maar het wel al in die mate dat het in ieder geval WhatsApp zelf heeft doen overgaan tot communicatie en aanpassen van beleid en ik valt. Dus ze zijn daar toch wel nerveus voor, weet je wel. Dan, in één keer, dan gaat iedereen weg, weet je wel, van zo'n platform. Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon tipping points, dat weten zij ook. Zo zijn ze zelf ook ooit groot geworden. Die curves, die gaan zo. Die beginnen vrij vlak, maar als die maar blijft stijgen, dan gaat die op een gegeven moment heel steil worden. En dat begrijpen zij ook. En zeker met sociale netwerken heb je heel erg wat de economen noemen netwerkexternaliteiten. Dus naarmate er meer mensen op het netwerk zitten, wordt het netwerk voor iedereen waardevoller. Dus op een gegeven moment, als er maar genoeg mensen in jouw directe omgeving op Signal zitten, dan wordt Signal veel bruikbaarder dan het was een half jaar geleden. Want toen zaten alleen wat journalisten en hardcore privacy mensen erop. En wat computer nerds. Mijn familie zat niet op Signal. Maar nu zie je dat ineens Jan en Alleman toch die kant op begint te bewegen. Ja. Nou, dus dat is heel mooi. Het is een heel sympathiek model, Signal. Moxie Marlin Spike. Daar zit, het zou mooi zijn als dat levensvatbaar blijkt te zijn voor het grote publiek. Ja, ik denk dat het probleem is dat inderdaad de stap die nu iedereen ziet maken is zeg maar ook Signal installeren, omdat anderen het ook hebben. Dus dan wil je daar ook bereikbaar zijn.
Maar daarmee nog niet per se afscheid nemen van WhatsApp. Tenminste, dat gaat voor mij zelf al. De vraag is, gaan de conversaties volgen? Ja, ja, dat is de vraag. Dus, gaan er echt conversaties, gaan die verplaatst worden? Ja, vooral de groepschat. Zeker nu, weet je wel. Ja. Met al je vrienden die je niet meer ziet. Ja, 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 zeker. Dus, oké. Maar goed, en wat ik een mooi dingetje vond in een van de onderzoeken, die ging over governance. Volgens mij was hij, heb jij die zelf geschreven. Over dat companies have internalized externalities. Dat vond ik een mooi zinnetje. Volgens mij ging dat ook hier over dit soort aspecten dan, toch? Of? Ja, dat is iets meer sec over security vraag. Hè. Dit is heel, wat we met die platforms natuurlijk hebben, is wat techneuten dan zeggen, content level. Hè. Daar is ook de laatste paar jaar iets verschoven. Hè. Dus toen ik in de cybersecurity de eerste, of eigenlijk tot een jaar of twee, drie geleden, was alles wat met content te maken had, had niks met security te maken. Dat was niet security. Daar gingen andere mensen over. Dat had te maken met intellectual property en censuur en aanstootgevende content en zo. Nou, prima. Dat is allemaal niet interessant. Dat is geen security, gaat om computers hacken en systemen en protocollen, even plat gezegd. En dat is verschoven. Nu zie ik steeds meer ook in die cybersecurity topconferenties onderzoek op het niveau van content. Ja. Sorry, ik ben helemaal jouw vraag kwijt. Wat was je vraag ook alweer? Nou, het ging over de dat je in het onderzoek over governance, weet je toen van. Oh ja, ja, ja. Externaliteit. Ja. Dus kijk, bijna alle soort diensten die wij gebruiken op internet hebben te maken met bepaalde security problemen en de gevolgen daarvan komen vaak bij andere partijen terecht. Dus als ik een pc heb thuis en ik beveilig die niet goed, dan wordt die gehackt. Maar dan wordt er heel vaak niet direct tegen mij iets gedaan, maar tegen anderen. Dan wordt het bijvoorbeeld in een botnet geplaatst en dan gaat de botnet gaat spammen, crypto minen, weet ik wat allemaal niet. Maar niet per se tegen mij gericht rechtstreeks. Dus dan is eigenlijk mijn beveiligingskeuzes veroorzaken een probleem voor een andere partij. En wat je, nou, dat is, de economen zeggen dan faalt de markt. Dus als de schade bij een derde partij terechtkomt, niet de partijen die samen de markttransactie aangaan, in dit geval, laten we zeggen, KPN en jij thuis met je verbinding en je computer, dan faalt de markt, want zowel KPN als jij hebben niet genoeg reden om dit probleem op te lossen. Dus blijft die schade bij die derde partijen terechtkomen. En dan ben je een soort van theoretisch klaar als econoom. Dan zeg je gewoon, nou, dit gaat niet goed komen, hier moet gereguleerd worden. Wat je in de praktijk ziet gebeuren, niet altijd, maar toch verrassend vaak, is dat die schade toch op de een of andere manier leidt tot een aanpassing van het gedrag van die marktpartijen. Dus KPN heeft heel lang gezegd, nu heb ik het over meer dan 10 jaar geleden, ja, botnets, daar gaan wij niet over, want dat zijn de computers van mensen thuis. En ook vanwege de privacy en zo mogen we er helemaal niet naar kijken. Dat, wij leveren gewoon nullen en enen. En dat is, verder moet je niet bij ons zijn. Dat hebben ze best wel lang volgehouden. Maar op een gegeven moment ontstond ook daar het besef, dit is niet uit te leggen dat wij niks doen. Hè, wij zien al die botnet rotzooi langskomen. We krijgen informatie van organisaties als Shadow Server en zo, dat er geïnfecteerde machines zijn. En wij zouden dan niks doen. Dat is niet echt uit te leggen. Dus de overheid heeft een beetje druk gezet. KPN en de ISP's zelf hebben daar toch zich ongemakkelijk over gevoeld. Het is ook duidelijk dat je er niet mee kwam door iedereen voor te lichten dat ze vooral meer aan security moesten doen. En op een gegeven moment besluit zo'n bedrijf dan, ik ga toch hier in meehelpen. Dus die zijn toen, KPN als eerste, een quarantaineoplossing gaan uitrollen, waarin besmette klanten in een quarantaineomgeving gezet werden. Totdat ze het virus van hun computer hadden verwijderd. Nou, dan is KPN een probleem aan het oplossen wat zij niet veroorzaakt hebben. Ze zijn niet de aanvaller en ze zijn niet degene wiens computer onvoldoende beveiligd was. En toch zijn ze mee gaan oplossen. En dat zie je best wel vaak, juist omdat het internet zo rommelig is en de verantwoordelijkheid niet helder verdeeld is. Nee. Dus als je, heel veel mensen zeggen altijd, ja, je moet verantwoordelijkheid helder toedelen. En dan denk ik altijd, nee.
Want zodra je verantwoordelijkheden dan helder maakt, gaat iedereen precies doen wat zijn verantwoordelijkheid is. En is er geen stap meer, want dat is iemands anders verantwoordelijkheid. En wat je met die hele vage, overlappende verantwoordelijkheden krijgt, is dat bedrijven denken, ja, ik kan niet goed uitleggen waarom ik hier niks zou doen. Maar ik kan wel iets doen. Ik heb het probleem niet veroorzaakt, maar ik kan wel iets doen. En dan gaan ze uiteindelijk toch iets doen. En zo komt ook weer zo'n probleem als botnets toch langzaam onder controle. Ja. Wordt het een soort tolerabel. Ja, was er ook niet afgelopen jaar ergens een soort van aankondiging of een nieuw initiatief of een afspraak tussen ISP's en dergelijke over het offline halen? Of nee, oh nee, dat ging natuurlijk over gewoon de kwetsbaarheden. Hè? Het gewoon opzoeken van vulnerabilities zoals in Citrix. In klantnetwerken. Ja, daar loopt een andere. Daar loopt ja, dus dit wat vrij goed werkt, is abuse. Dus echt, zeg maar, gehackte systemen. Daarnaast heb je natuurlijk een hele stroom van informatie over kwetsbaarheden. Dus systemen die wellicht gehackt gaan worden, maar dat nu nog niet zijn. En daar deden. Ja, de ene netwerkbeheerder doet daar meer mee dan de andere netwerkbeheerder. En het is ook zo dat de ene kwetsbaarheid natuurlijk veel belangrijker is dan de andere kwetsbaarheid. Maar iedereen die een kwetsbaarheid meldt, vindt zijn eigen kwetsbaarheid superbelangrijk. Dus die bedrijven, zo'n ISP wordt bedolven onder de meldingen van kwetsbaarheden. En iedereen vindt dat zijn kwetsbaarheid, die hij op het internet gescand heeft, dat die onmiddellijk opgelost moet worden. Nou, ja. Dat gaat niet gebeuren, want er komt een hele andere discussie terecht. Waarom is patching zo'n onopgelost probleem? Nee, dus iedereen na Citrix ook, ja, dan hoor je dat er een kwetsbaarheid is. Waarom patchen die bedrijven niet? Tot en met Grapperhaus aan toe worden mensen dan boos. Die denken, Jezus Mina, hoe moeilijk kan het zijn? Iedereen weet dat je moet patchen. Nee, dat is echt bullshit. Als bedrijven alles zouden patchen waar ze kwetsbaarheden hebben, houden die bedrijven op te functioneren. Ja. Dan zou je krijgen wat een Italiaanse collega van ons ooit heeft omschreven, als dan gaan die bedrijven zichzelf DDoS'en. Want als jij een bedrijf bent van enige omvang, hoef je helemaal niet zo groot te zijn, heb je per jaar met duizenden kwetsbaarheden te maken in jouw systemen. Ja. Als je dat allemaal moet gaan patchen, nou moet je ten eerste krankzinnig veel personeel aannemen. En ten tweede moet je heel veel systemen de hele tijd platleggen. En als je de patch hebt uitgerold, moet je allemaal rotzooi gaan opruimen die daarna gebeurt, omdat ineens een doos aan de andere kant van het netwerk omvalt. Ja, dat kan niet, want die doos heeft niks met deze doos te maken en toch is hij opgevallen. Ja, maar heb je ook duizenden kwetsbaarheden die remote code execution toestaan? Oké, dat is goed. Dus we komen bij de volgende vraag. Ja. Oké, je hebt duizenden kwetsbaarheden, fair enough, maar dan moet je alleen de critical doen. Ja, dus dat en die aan internet, dat laat die via internet ontsloten zijn, zeg maar. Dat ja, maar goed, dat is al een veel moeilijkere waar je het nu over hebt. Hè. Dus eerst zou je kunnen denken, oké, laat ik dan, hè, dan heb je zo'n de CVSS-score. Hè, dan hebben de mensen die vulnerabilities gemeld hebben en degene die advisories maken, die hebben dan gezegd, oké, op een gegeven moment, het heeft deze score. Dan denk je, oké, dan doe ik alleen de meest ernstige gevallen. Nou, ook dat is uitgezocht. En het blijkt dat van die meest ernstige gevallen er 3% daadwerkelijk wordt aangevallen. Dus als jij een vulnerability gemeld krijgt, ook al is die 9 op de schaal van 10, is de kans heel groot dat die niet aangevallen wordt. Ja. Dat is probleem 1. Probleem 2, veel te veel vulnerabilities worden als high severity of highly critical. Ik ben even kwijt hoe die terminologie werkt. Aangemerkt. Want dat is ook een incentive probleem. Dus de mensen, ik zeg het even heel cru, in jouw beroepsgroep, die vinden hun vulnerability geweldig belangrijk. Want het is toch wel echt heel ernstig wat ik hier ontdekt heb. Ja. Dus die gaan zelf proberen dat ding zo hoog mogelijk in te schalen. Daarna kom je bij de vendor, die denkt, nou ja, ik wil niet dit bagatelliseren, want straks gebeurt er iets mee. En dan heb ik gezegd dat die low is. Dus ik zet hem ook op high. Dus die hebben allemaal een reden om het zo hoog mogelijk in te schalen, want dan leg je het probleem bij degene die de shit moet opruimen. En dan heb jij je werk gedaan. Dan kun jij als Microsoft zeggen, ja hoor, ik heb jou gewaarschuwd. Dit was high severity. Wat wil je van nog meer van mij? Ik heb een patch gemaakt en ik heb gezegd dat high severity is. Daarna is het probleem bij jou. Dan moet jij het gaan uitrollen. En het probleem is dat er te veel van die kwetsbaarheden aan de bovenkant van de schaal terechtkomen. Dus werkt het niet als prioriteringsmechanisme. Nee. Dus heb je nog steeds te maken met duizenden
vulnerabilities die je moet gaan oplossen als jij een middelgroot ziekenhuis bent. En in de praktijk wordt een hele hoop van die vulnerabilities nooit geëxploit. Komt niet eens in het wild voor. En als ze al in het wild voorkomen, een hele hoop van die kwetsbaarheden zitten in jou, bij jou in configuraties waar je vanaf het internet niet bij kan. Ja. Denk je, weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee. Zal wel eens iemand nog een extra kabeltje hebben gelegd ergens. Ja. Maar in principe is dat wat jouw administratie je vertelt. Ja, dan ga je dus niet patchen voor heel veel dingen. Dat is dan volkomen rationeel. Dus die kwetsbaarheidsmeldingen, dat is een hele ingewikkelde tak van sport. Nou, dat is het ook. Het is dat hele CVSS-systeem. Ik heb me daar ooit eens een keer in verdiept, omdat ik toen iets moest gaan bedenken voor vulnerability management als dienst. Dat, wat is dat CVSS? Ja. En toen kwam ik erachter van, ja, je hebt dan CVSS base scoren. Dus dat is eigenlijk wat je in de algemene publicaties inderdaad als scoringslevel voorbij ziet komen. Maar daar houdt het niet bij op. Want je hebt dan nog een stukje dat heet temporal. Dus dat wil eigenlijk zeggen, we hebben ook nog een, er zijn ook nog elementen die van toepassing kunnen zijn, die met de tijd veranderen. Bijvoorbeeld de exploitability. Hè, dat kan vandaag, zo zijn dat we nog niet kennis hebben van een werkende exploit op deze manier. En morgen kan het ineens zijn dat er iemand ergens een POC heeft gepubliceerd. En dan heb je een andere situatie. Dus dat zou je eigenlijk mee moeten wegen. Maar dat zit al wel in het systeem. Alleen dat zit niet in de basisscore die gewoon ergens staat van dit meer theoretische analyse. En dan heb je nog de environmental. En die gaat echt over jouw omgeving waarin de boel draait. En ja, dat kan jij eigenlijk alleen beoordelen hoe belangrijk het is. Maar ja, dan moet je dus wel klaarstaan om het op te pakken. En dan die omgevingsvariabelen erop los te laten om te bepalen van boek hiermee. Dat weet jij ook, dat bij een middelgroot bedrijf heb je het dan over duizenden en duizenden applicaties. Ja. Als je echt alles gaat turven. Op allemaal verschillende systemen die allemaal aan elkaar geknoopt zijn in manieren die niet helemaal gedocumenteerd zijn. Ga het dan maar uitvogelen of die specifieke kwetsbaarheid van de 30.000 of zo die er per jaar langskomen, of die dan echt inderdaad bovenaan jouw lijstje moet komen. Dat is heel ingewikkeld. En dat je dan af en toe naast zit en dat jij dan Maersk heet en Eternal Blue niet gepatcht hebt. Dat ziet er achteraf ontzettend dom uit. Ja. Oké, die had je wellicht ook prima kunnen weten. Ik ga ook niet per se Maersk verdedigen. Maar dat je een aantal patches... dat je de meeste patches niet installeert, is volkomen rationeel. Sterker nog, dat is noodzakelijk. En dat je dan af en toe een patch niet geïnstalleerd hebt die je wel had moeten installeren, dat is ook onvermijdelijk. Dat gaat je een keer gebeuren. Ja, maar het is allebei waar, denk ik. Want het is ook vaak dat, of tenminste dat je soort van op je sloffen kan aanvoelen dat het ontbreken van een bepaalde patch, of het heel langdurig ontbreken van een bepaalde patch, meer een indicator is van eigenlijk onvolwassen beheer op dat vlak. Hè? Dus er is vaak, dan ga je er iets breder naar kijken en denk ja, het past eigenlijk ook in de situatie van niet. En dat kan natuurlijk ook. Ik snap wat je bedoelt. En ik wij hebben onderzoek lopen wat op dezelfde aanname is gebaseerd. Dat loopt pas net. En dan komen hele rare dingen uit die aanname behoorlijk onder druk zetten. Oh ja? Dus wij hebben er nu scans gedaan samen met een Amerikaanse groep van de Fortune 5000. Voor zover we die op internet kunnen vinden. Niet iedereen heeft een heel duidelijk identificeerbare footprint op internet. Maar van, ik geloof, zo'n 2000 bedrijven hebben we vrij goed kunnen zien waar ze zitten. Je hebt een eigen AS of zo. Als je dan gaat scannen wat daar draait, dan kom je op grote schaal, dus niet een vergeten server linksachter, maar op grote schaal zie je dat hun IT-footprint soms 3 jaar achterloopt met patches. Ja. Nou, ik denk dan, zij zullen wel maatregelen genomen hebben waardoor die patch niet exploiteerbaar is. Er zit een application firewall omheen, of weet ik veel wat ze opgelost hebben. Want
kan me bijna niet voorstellen dat je hiermee wegkomt. Maar het feit is, als je tegen die servers praat en je achterhaalt welke versie daarop draait, blijkt de piek te liggen bij meer dan een jaar verouderd. En iedereen die change management doet in een grote corporate omgeving, die weet dat ook. Je gaat niet elke week een patch draaien op die systeem. Dat doe je gewoon niet. Nee. Dus er zijn daar twee rare conclusies. Eén is, wat wij als experts uitleggen, is dus eigenlijk heel slecht advies. Want voor bedrijven is dat volkomen onuitvoerbaar. Dus wij moeten onze eigen shit eindelijk eens een keer gaan oplossen. In plaats van te zeggen tegen bedrijven, ja, ben jij er van nozel? Dank je de koekoek dat je gek wordt. Ik heb je dit al 10 jaar verteld. Dat je moet patchen. Ja. Nee, ons advies is slecht. En het tweede is, ze komen ermee weg. Ja. Dus niet alleen is ons advies slecht, maar zelfs want ze kunnen niet patchen zoals wij zeggen dat ze moeten patchen. Maar zelfs de gevolgen die wij voorspellen blijven uit. Ja. Want die Fortune 5000, die zouden aan de lopende band gehackt moeten worden. Dat gebeurt niet. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Nog steeds zijn die grote hacks de uitzondering. En natuurlijk, er zit een hele ijsberg onder waar we niks van horen. Allemaal tot je dienst. Maar het is niet zo dat die bedrijven elk jaar allemaal gehackt worden. Dat is toch niet zo? Is ook niet zo. Nee, ik ben het ook zeker met je eens. Het is wel, het blijft toch wel moeilijk. Ik zie, kijk, wij proberen iets te creëren wat vooral ook echt de kleinere bedrijven van hulp moet voorzien. En dan gaan we daar eventjes heel snel van uit dat het gros van die bedrijven voor gewoon de basis IT-voorzieningen gewoon al lang is gemigreerd naar Office 365 of Google. En dat er natuurlijk nog wel wat infra achter is gebleven, omdat je een kantoor hebt en je dus met elkaar samen op één plek bent en één internetverbinding hebt. Maar ja, daar staat eigenlijk niet veel meer dan de laptops en terminals. Ja. En terminals, en misschien een printer en een koffiezetapparaat, weet je, wat dat dan tegenwoordig ook natuurlijk verbonden is. Dus meer IoT-achtige spullen. En dan heb je eigenlijk weer met een andere situatie te maken. Aan de andere kant, ook weer niet. Weet je, want ook dan bestaan er nog kwetsbaarheden. Maar die zitten dan meer in configuratieachtige zaken. Dat proberen we dan te fixen. Maar dan zie je eigenlijk ook een beetje hetzelfde patroon ontstaan. Dat heel veel bedrijven dus inderdaad gebruik maken van Office 365. En dat er hartstikke veel informatie te vinden is over hoe je nadat je die dienst hebt aangeschaft, daarna nog allerlei vinkjes aan en uit moet gaan zetten om aan een soort van baseline te voldoen. En pas dan ben je veilig. En dat heeft dus niemand. Ja. Tenminste, alleen maar een heel select groepje die dat netjes volgt. Dus ik denk dat het wel beheersbaarder wordt daarmee voor dat soort bedrijven. Want het is op zich. En wij kunnen ook beter daarbij helpen. Want we weten een heel goed beeld van wat we moeten beveiligen om zo'n onderneming veilig te maken. Want het is Office 365, weet je wel. Dus of je nou Jantje, Pietje, Klaasje bent, dat is de tool, dat zijn de opties. En zo zetten we die aan of uit. Ja. Maar goed. Het. Nee, ik denk dat voor MKB is is cloud, denk ik, een uitweg uit een volkomen onoplosbaar probleem. Hè? Want de gedachte dat MKB'ers zelf hun eigen IT adequaat gaan beheren is onzin. Ja. Dat zijn bedrijven die hebben helemaal niet de armslag daarvoor. Hè? Dat moet je ook helemaal niet willen dat zij dat gaan doen. Die bedrijven die verdienen hun geld niet met IT-boeren spelen, maar met orchideeën kweken en die wereldwijd verschepen. Dus dat je dan in de cloud terechtkomt en dat dan cloud providers een belangrijk deel van de basis gewoon op orde brengen en dat je die bedrijven kan helpen om daarbinnen in een volkomen gestandardiseerd product. Hè, want dat is dan het voordeel. Hè? De complexiteit wordt enorm gereduceerd. En complexiteit is de vijand van security. Mooi. Ja, dat is voor die bedrijven is dat een uitkomst. Hè? Dus samen met jullie kunnen een product leveren wat voor heel veel MKB'ers bruikbaar is, zonder dat je elke MKB individueel af moet gaan.
precies. Dus het is door een klein bedrijf kun je daar een werkbare oplossing leveren, omdat het volkomen gestandardiseerd is. Die bedrijven hoeven niet meer zelf IT-professionals te gaan worden of te gaan naspelen. Ja. Maar zijn trouwens wel leuke comments ook. Moeten we daar niet ook wat mee? Ja. Nou, welke vind je leuk? Nou ja, Rick had een interessant punt aan. Ah, oké. Maar, Nou ja, dat weet ik niet. Dus ik wil iedereen gelijk. Ja, prima. Zelfs als ze bij jou werken. Ja. Ik zal het even voorlezen. Want, ja. Ik moet even voorlezen, want het zijn mensen die misschien terugluisteren. En dan, dus Rick, vandaar die vraag. Denk je niet dat een groot deel van de hacks niet publiek bekend worden? Nou, daar zei je eigenlijk al iets over, maar... Ja, nee, dat is zo. Hè? En niemand weet precies hoe groot de ijsberg is die onder het water zit. Maar je kan wel een paar dingen daarover zeggen. We hebben ook een heel leuk onderzoek gedaan, wat notabene nog in een rapport van Trump is aangehaald. Het is een van mijn kleine overwinningen. Ja. Er is een... Dus ik had een Italiaanse promovendus, die heeft onderzoek gedaan naar de datalekmeldingen in de VS. Want in de VS, in tegenstelling tot in Nederland, worden in de meeste staten de breaches, moet je publiek melden. Hier moet je het bij het AP melden, en dan gaat het in een grote kluis en dan hoor je er nooit meer wat van. Dus wij zijn wereldkampioen melden. Hè? Dus meldingen, aantal meldingen per hoofd van de bevolking is nergens zo hoog als in Nederland. Dus dan betekent dat iedereen enorm zijn best doet en er heel veel kosten aan het maken zijn met z'n allen om het allemaal netjes te melden. En vervolgens wordt er geen fuck gedaan met die meldingen. Nee. Want van het AP mag niemand daarbij. Want het is zeer vertrouwelijk. Nou, die produceren aan het einde van het jaar in Excel een soort afschuwelijke taartdiagram. Met het aantal meldingen en in welke sector. En dat is dan alles wat we doen met die informatie. Dus daar ligt daar voor miljoenen aan informatie. Hè? Als je even bedenkt aan de kosten om die informatie te genereren. En we doen er geen fuck mee. Wat een mooi onderzoek je daarmee zou kunnen doen, Michel. Nou, in de VS is die informatie dus heel in belangrijke mate openbaar. Daar is dus echt heel veel interessant onderzoek mee gedaan. En er zijn hele bedrijfstakken rondom ontstaan. Want je kan ook een soort risicoprofilering gaan doen met die data. Dus je kan kijken, de bedrijven die data breaches gemeld hebben, in welk opzicht zijn die anders dan de bedrijven die dat niet gemeld hebben in die sector, die geen data breach hebben gehad. Afijn. Lang verhaal kort, dat onderzoek wat dus ooit in een rapport van Trump van zijn economic board terechtgekomen is. Maar er staat dus een voorwoord in van onder de Trump presidency. Geweldig, dus die heb ik ergens uitgeprint aan mijn muur hangen op de campus, waar ik al sinds maart niet meer geweest ben. Omdat de regelgeving per Amerikaanse staat een beetje verschilt, kun je dus statistisch kijken wat de invloed is van het feit of je die meldingen openbaar maakt of niet. En want niet in alle staten zijn ze volledig openbaar. En dan zien we dat bijvoorbeeld in de staten waarin het openbaar gemaakt wordt, zijn er 30% meer meldingen dan als je alleen kijkt naar de staten waar je het via de media moet achterhalen. Oké, nou, zo kun je een paar trucs loslaten, kun je een beetje een intuïtie krijgen hoe groot is die ijsberg. Van wat er niet publiek bekend wordt. Nou, die is aanzienlijk, maar die is niet zo groot dat je, laten we zeggen, van... we hadden het net over de Fortune 5000. Als je daar... ik denk als je kijkt naar de publieke berichtgeving, dat daar misschien wat... minder dan 1% een hack heeft per jaar. Misschien is het wel 0,1%. Die per jaar publiekelijk meldt dat ze een hack hebben gehad. Terwijl je dat qua regelgeving moet doen. Hè. Je moet het data breach melden, je moet het aan de SEC melden, de toezichthouder op de aandelenkoersen en zo, aandelenbeurs. Want anders krijg je allemaal marktmanipulatie shit en zo. Dus er zijn heel veel regels waardoor je moet melden. Dus dan moet je moedwillig liegen, niet melden. Maar dan nog, stel even dat dat 10, een factor 10 is. Dan hebben we nog steeds over een minuscuul deeltje, 1% dan, van die hele populatie. Terwijl die allemaal massaal ongepatchte machines op het internet hebben staan. Ja. Dus zelfs als je denkt, de meeste hacks weet ik niet. Ik wil er bij mij niet in dat, zelfs als je er een orde groter naast zit, dat dan nog steeds zo is dat eigenlijk al die bedrijven met die ongepatchte machines gehackt worden. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, maar bij deze, volgens mij ontbreekt in deze dataset
dan bedrijven die ook nog niet weten dat er misschien iets gehackt is. Ja, ja, toch? Klopt. Ja. Ja, dat is altijd natuurlijk de klassieke security expert grap. Hè? Je hebt twee soorten bedrijven. Bedrijven die gehackt zijn en bedrijven die nog niet weten dat ze gehackt zijn. Ja, daar kun je, hè, dan kom je in een hele, wat wij dat noemen, epistemologische discussies terecht. Hè? Voor wat kun je weten over de wereld? Dat weet je niet. Dus daar hebben we alleen maar intuïties. Maar ik geloof daar niet zoveel van. Nee? Want? Nee, wat ik net zei. Als je probeert... Je kan ook op een heel andere manier dit aanvliegen. Je kan ook denken... iedereen die nu zit te luisteren... heeft met bedrijven te maken gehad. Komt daar wel eens binnen. Weet ervan, werkt er zelf. Is het zo dat jij dan... bij al die bedrijven, dat daar hacks zijn gebeurd die onder de pet zijn gehouden? Of die nooit ontdekt zijn, maar wel echt serieuze hacks zijn geweest? Twijfel het. Hè? De meeste hacks moeten wel gemonetariseerd worden. Je moet ransomware opflikkeren en geld vragen. Je moet afpersen met data die je weggesluist hebt. Je moet wel ergens geld verdienen als hacker. Het enige wat een beetje in deze richting gaat, wat ik wel heb meegemaakt, toen ik nog echt zelf... dicht op echt antivirusbeheer en meldingen die daaruit voortkwamen zo zat, was dat als je dan een keer een incident had met malware, of er was een computer die was geïnfecteerd geraakt en je ging het dan schoonmaken, dat je erachter kwam dat er nog veel meer malware op de computer aanwezig was. Ja. En ook al jarenlang, weet je wel. Of misschien maandenlang, weet je. Dus dat is een soort van indicator dat het kan zijn, denk ik, van... Ja, er kan dus iets op jouw computer aanwezig zijn. Misschien dat zelfs degene die het ooit gemaakt heeft... daar ook helemaal niet dat weet. Of daar niet meer mee bezig is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Of opgepakt is of dood. Weet je, dus die categorie is er denk ik dan wel of zo. Nee, ik heb het over serieuze grote hacks, waar zo'n bedrijf... dus natuurlijk, wij hebben ooit een keer onderzoek gedaan naar botnetbesmettingen, of eigenlijk verschillende onderzoeken. En een daarvan ging over Game Over Zeus, een van de laatste, hè, dus de peer-to-peer variant van Zeus. En toen wij die machines gingen bekijken van waar komt dat dan terecht, toen kwamen we heel veel Conficker machines tegen, want daar hadden we ook data van. Nou, Conficker was op dat moment al misschien wel 4 à 5 jaar door de aanvallers... verlaten, hè? Die deden niks daarmee mee. Het stond, die mensen die hadden dus die computers die grossierden echt in infecties. Ja. Omdat er waarschijnlijk helemaal, misschien waren, ik ben er nooit goed achter gekomen wat het is. Dat is altijd nog een fantasie die ik heb voor een onderzoekje. Want nu nog steeds heb je 100.000 Conficker besmettingen wereldwijd. En ook in Nederland, dus minder dan 1.000 volgens mij in Nederland. Om eens te gaan kijken, wat zijn die dingen dan? Gewoon eens helemaal af te pellen. Je pakt een IP-adres en je gaat naar die netwerkbeheerder toe. En dan bij die netwerkbeheerder zoek je uit, wat is en dan bij de gebruiker ga je vragen, wat is dat voor doos? Ja. Hoe kan het dat je 10 jaar lang een doos draait waar Conficker op staat? En god weet wat voor andere meuk die daarna nog gekomen is. Ja, ik denk dat je dan inderdaad achter alle, stuk voor stuk, achter wijze interessante levensverhalen komt. Van een oude oma ergens in de meterkast. Kan het zijn. Hè? Dus een bepaald type gebruikers. Maar het kan ook zijn een bepaald type apparaten. Kiosken of hoe noem ik het allemaal? Een soort unattended computing. Waar ook nog allemaal meuk... te vinden is. Dus ja, dat is een van mijn hobby's waar ik nooit een afstudeerder voor heb kunnen warm maken. Om dat loopwerk te gaan doen. Het is natuurlijk klotenwerk om het allemaal uit te zoeken. Maar het is heel interessant. Daar zit een heel zwart gat in onze kennis over hoe komen we van infecties af. Want er is dus gewoon een permanent besmet deel in de hele IT-infrastructuur. Ja, je moet ze eigenlijk terughacken, hè? Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Nee, dat gaat zelfs ons te ver. Ja. Ja? Ja. Ja, we moeten allemaal keurig genetische plannen schrijven voordat wij onderzoek mogen doen. Oh ja. Dus helaas kan ik dat niet bolwerken. Verleiding is soms groot, denk ik. Tenminste, ja, dat snap ik. Zeker als je in jouw zin... Ik spreek voor mezelf. Ja. Ja. Ja, oké. En het is wel een beetje een bruggetje naar IoT ook wel, denk ik. Want ja... Ik denk dan, dus het typische bedrijf. Trouwens, als we het over MKB hebben in Europa,
dat is zo grappig, want ik was op een gegeven moment een beetje een pitch aan het maken. Dus ik was een beetje met marktcijfers bezig. En dat was voor Amerikanen. Dus als Amerikanen SMB zeggen, dan bedoelen ze heel snel bedrijf tot 1000 medewerkers. Mm-hmm. Dus de weet je, alles kleiner dan 1000 is klein. En nou, wij hebben in Nederland hebben we het eigenlijk over tot 250 medewerkers. En misschien ook een factor omzet. Maar in medewerkers is dat in principe de grens. En in Europa is dan misschien weer 500 de grens of zo. Maar in heel de EU heb je zijn alle bedrijven die geregistreerd zijn, is 99,8% heeft 250 medewerkers of minder. En, ja. en een heel groot gedeelte onder de 10. Weet je, daarvan. Weet je, dus ja. Het is maar een heel klein fractie wat groter is dan dat. En het is zo grappig dat als je kijkt naar de cybersecurity industrie. En dat geldt voor een groot deel ook al voor de technologiebedrijven. Die zegt software en hardware maken en zo. Maar ook al voor de dienstverlening. Dat die ja, bijna allemaal op 1000 plus richten. Weet je, als uitgangspunt. En dan denk ik van, moet je kijken wat ontzettende berg aan bedrijven dus eigenlijk ja, niet gericht worden, ja. Worden geholpen ja. Vanuit... ja. Dus nou, hoe kwam ik hierop? Ja, omdat ik denk dat dus juist dat MKB, nou, die hebben allemaal die weg naar de cloud gevonden. Die gaan helemaal niet meer een eigen computer serverruimte maken met airconditioning en dat soort meuk. Die nemen gewoon de cloud. Maar die zijn ook tegelijkertijd natuurlijk allemaal aan het nadenken van wat is mijn overlevingskans in een digitale, gerobotiseerde wereld. Dus je ziet ook overal natuurlijk ja, nieuwe IoT, sensoring en dat soort dingen ontstaan. En in die wereld, daar zit natuurlijk ook een enorm zwart gat wat betreft vulnerabilities en dat soort dingen. Ja, dat begint, dat moet nog helemaal beginnen. Hè? Die staan aan het begin, zeg maar, die zitten nu waar Windows ME of zo zat 20 jaar geleden. Alles draaide als admin en het was één grote bende. Geen firewall. Ja, nee, precies. Dus ja, die hebben iets. Als het goed is, komt dat in gebruik in omgevingen waar een aantal basisdingen soort van standaard wel aanwezig zijn. Dus het wordt dan iets minder erg. Maar nee, dat begint allemaal nog. Ook omdat die spullen worden gemaakt door industrieën die niet uit de IT komen. Hè? Dus die maken alle fouten die binnen de IT al, zeg maar, waar je al 20 jaar lang voor gestraft wordt door criminelen. Ja. Die rustig nog een keer overnieuw maken. Ja, maar ja. Dat is ergens is dat bizar ook wel. Inderdaad, als je zo zegt, is het natuurlijk ook wel gewoon doodnormaal. Denk inderdaad, ja, je komt, ja. Dus je maakt gebruik van dat wat je kunt vinden en daar bouw je op voort. En als datgene wat je vindt dus gewoon totaal onveilig is, ja, dan is dat dus je uitgangspunt. Ga je ook niet meer druk over maken. Ja, 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 ja. Ik begrijp het in dat opzicht wel. En aan de andere kant ook weer niet. Hè. Ik zat ooit een keer, hield ik een verhaal. En toen stelde iemand mij een vraag over die Fiat Chryslers. Dat is nu wel 2-3 jaar geleden. Die gehackt konden worden op afstand. Er is zo'n beroemd filmpje van Wired. Iemand die een auto stilzet op de snelweg en zo. Die Fiat Chryslers, die hadden dus een public routable IP-adres toegewezen gekregen. Dus het hele internet kon tegen die auto praten. En dan probeer je je voor te stellen. Dus Fiat Chrysler is geen klein bedrijf. Nee. Die hebben heel veel slimme mensen. Van de grootste zelfs, dacht ik. Ja, precies. Ja. Die zullen ook heus wel geld hebben om fatsoenlijk IT-personeel in dienst te nemen. Waarom glipt dit er dan toch doorheen? En dat heeft volgens mij iets te maken met dat je dit is niet een kwestie van expertise. In ieder geval niet expertise alleen. Het is een kwestie van ervaring. Je moet die bedrijven, zo ook Microsoft. Microsoft is 10.000 keer op zijn bek gegaan. En iedere keer hebben ze dat geprobeerd weer op te lossen en op te lossen en op te lossen. En dan langzamerhand krijg je een ervaring die bepaalde dingen in zo'n organisatie internaliseert. En dan wordt je software structureel beter. Ja. Maar zolang je niet op je bek gaat, denkt elke ingenieur dat hij het wel weet.
En dat hij heeft het ergens even doordacht en het is helemaal in orde dit. Ja, totdat iemand laat zien of een ethical hacker of een niet zo ethical hacker, dat je daar, dat een paar van de aannames niet helemaal klopten achter dat ontwerp. Nee. Nee, nou inderdaad, wij hebben, ja, dit zijn dan auto's en dat is eigenlijk al een paar fases verder. Maar ik heb toen, ik dacht van oké, nou, sabbatical, ik ga wat nieuws beginnen. Dat moet dan ook wel een beetje ook vooruitkijkend zijn. Van wat hebben bedrijven over 5 tot 10 jaar eigenlijk nodig aan diensten? Weet je, vanuit de security dienstverlener. En ik dacht, nou, daar komt dus iets van robotisering en IoT en zo. Is onlosmakelijk dan daarmee verbonden. Dus toen was ik een beetje in gaan verdiepen. En toen kwam ik op het Robot Operating System. Ken je dat? ROS? Nee. Nou ja, dat is een operating system wat gebaseerd is op Linux. Maar het heeft dan al een aantal modules standaard ingebouwd, waardoor je de basisfuncties van een typische robot, namelijk kunnen rijden en kunnen LiDAR-achtige functies kunnen doen, dat er al in zit. Zodat je eigenlijk als developer daarbovenop vervolgens je meer functionele ontwikkeling kan gaan doen. Weet je wel? Dus je hebt al iets wat kan rondrijden, je hebt al iets wat zijn omgeving kan scannen. Weet je wel, en nu ga je nadenken van oké, wat wil ik er nu mee precies? Toen was het voor mij bizar dat dus echt van ROS werd gezegd van ja, dat hebben we dus gemaakt zonder beveiligingsfuncties, bewust. Want we willen eigenlijk geen stroopbreedte in de weg leggen voor ontwikkelaars om dingen te doen die ze... Oké. Maar vervolgens is dat dus een mega populair platform geworden. Om in laboratoria en dergelijke te testen. Maar je weet al dat als dingen in een laboratorium gebouwd worden, dat op een gegeven moment ook ineens uit de laboratoria vandaan komen. Ineens per ongeluk doorcijpelen daar gewoon de echte wereld. En dus ik denk dat er gewoon enorm veel ROS gebaseerde systemen gewoon zo open en bloot beschikbaar zijn. Volgens mij is er ook inderdaad al een keertje iemand aan het scannen voor geweest en gekeken van oké, hoeveel. Oh, getwijfeld. Ja. Ja, dat is precies het punt wat ik net maakte over. Kijk maar even hoe Windows zich ontwikkeld heeft. Hè. De grote innovatie die Microsoft deed met Windows XP. En na, ik weet even niet meer welke versie daarvoor zat. Waar dat over ging was reliability. Het moet niet meer crashen. Ja. En een van de keuzes die ze daarbij hadden gemaakt was gewoon om alles adminrechten te geven. En het crashte veel minder. Dus iedereen was heel tevreden. Alleen vanuit veiligheid was het een drama. En dat hebben ze daarna weer opgelost. Omdat het afgedwongen werd door de omgeving waarin het ging opereren. Dat gaat hier ook gebeuren. Dan zou je denken, ja, kunnen we dan niet die les aan de voorkant gebruiken? Dat er gewoon aan de voorkant veiligheid inbouwt. Maar ja, blijkbaar is het antwoord nee. Want we gaan pas iets. De reden om iets te maken is zodat het iets kan. Niet zodat het veilig is. Nee. He, veiligheid is een eigenschap, maar dat is niet een doel. Nee. Als ik bouw niet een robot met als doel dat hij veilig is, dan kan ik beter geen robot bouwen. Dan weet ik zeker dat hij veilig is. Ja. En dus ik bouw een robot met een ander doel. En als dat andere doel nog niet gerealiseerd is, is het dus moeilijk om dan al heel serieus na te denken over veiligheid. Ja. Ik wil eerst iets waar überhaupt vraag naar is. Waar wat gebruikt wordt. En dan ga je denken, oké, want nu wordt het wel een beetje vervelend als die robot om de havenklap uitvalt. Omdat mensen het leuk vinden om rare pakketjes naar die robot te sturen waar die niet tegen kan. En dan ga ik dat oplossen. En nou ja, zo langzaam. Ja. Maar het is wel evolutionair. Het is net als met virussen. Ja, nou ja, net zoals dat het eigenlijk een heel vet en langzamerhand dus jongensboekachtig achtig verhaal is inderdaad. Hoe het gaat met Configure en ook misschien zelfs nog wel Sasser en Blaster en al die meekeken waar dat nog rondwaart. En wat hele verhalen vertellen over inderdaad Cornicova, wat er daarachter schuil gaat.
ja, zou je dat misschien inderdaad ook wel met dit fenomeen gaan krijgen ergens. Dus we willen hopelijk de curve wat sneller doorlopen. Nu met IoT bijvoorbeeld zie je, hè, dus IoT is ook, zeker consumenten-IoT, daar zit heel veel brakke rotzooi tussen, dat weten we allemaal. Dus wij hebben nu ook een project lopen, ik denk nu 1,5 jaar of 2 jaar misschien wel, een monitor van gehackte IoT-apparaten. Dat wordt door het ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd. En nou ja, dan heb je het over, dus dat doen we wereldwijd, dan heb je het over 100.000 apparaten. Nou, dan krijg je natuurlijk speciale aandacht voor de apparaten in Nederland. En dan zie je, ja, hoe veelzijdig de apparaten zijn die slecht beveiligd zijn en dus heel makkelijk voor criminelen over te nemen zijn, gewoon met telnet en een standaard wachtwoordlijst, kom je al bij heel veel apparaten gewoon binnen. De MIUI. Ja, precies. En alle varianten en opvolgers daarvan. En die markt heeft tot nu toe geen enkele reden gehad om te investeren in veiligheid. Het was veel belangrijker dat jij je goedkope IP-cameraatje bij de Gamma in de schappen had liggen voor een paar euro. En dat vond de Gamma ook belangrijker. Dus die kocht het in bij een Chinese fabrikant, die verder tegen bodemprijzen dat spul in een container stopte voor je. Dat begint langzaam te veranderen. Maar dat heeft ook iets te maken met dat wij nu structuren hebben die toen dit hele fenomeen zich afspeelde voor Windows 20 jaar geleden er niet waren. Dus we hebben nu bijvoorbeeld ISP's die iets doen aan botnetbestrijding. Dus KPN en vermoedelijk ook anderen, die doen al besmette IoT opruimen. Die zetten al klanten in quarantaine omdat ze Mirai hebben. Nou, dat doen niet veel landen hoor. Daar lopen Nederlandse ISP's best wel mee voorop. En dus er zijn al structuren om het aan te pakken. En we gaan eerder op die fabrikanten leunen. Daar gaan we niet 10 jaar mee wachten. Dus ja. Nu ook in het onderzoek van die monitor, daar komen 2 fabrikanten uit die de helft van alle besmette apparaten wereldwijd, de helft van alle besmette apparaten die wij kunnen identificeren, komt van 2 fabrikanten. Hikvision en AVTech. Respectievelijk uit China en Taiwan. Nou, zijn allebei ook wel bekende namen om de een of andere reden. Ik weet niet waarom ik ze ken, maar goed. Ja, ik kan niet zeggen dat het namen zijn die in het gemiddelde huishouden vaak over de tong gaan, maar ze hebben heel veel spullen die je overal kan kopen. Dus je komt het toch tegen. En dus in die uit die monitor blijkt ook dat dit per land min of meer hetzelfde is. Dus je zou denken, nou ja, in bepaalde landen kopen ze andere spullen dan in landen, zeker in een andere regio, in een ander continent en zo. Nou, dat blijkt niet heel erg zo te zijn. Het blijkt dat wij met z'n allen dezelfde rotzooi kopen, wereldwijd. Ruwweg. Ja. Maar dat is ook goed nieuws, want het betekent dat je bijvoorbeeld als EU kun je naar die 2 fabrikanten toe gaan en zeggen, jongens, als dit niet heel snel opgeruimd wordt, gaan wij jullie containers bij de havens tegenhouden. Want wij zijn nu jullie werk aan het doen. Onze internetproviders, onze gebruikers, die zijn allemaal gevolgen aan het opruimen van het feit dat jullie geen patches leveren, niks aan de voorkant hebben geregeld voor veiligheid van die apparaten. Dat gaat nu stoppen. En dat die cyclus gaat nu wel sneller, omdat overheden gewend zijn dat zij die rol hebben. Dat was aan het begin van de jaren 2000 met Microsoft, was dat niet zo. Toen dachten ze in Nederland nog, ja, wij kunnen daar niks van vinden, want Microsoft zit helemaal in Amerika, daar gaan wij niet over. Ja, jeetje, wat gaan we nou doen? Nou, nu denken mensen, ja, hoor eens even, jij verkoopt die spullenboel hier, dan vind ik er ook wat van. Ja, ja, we zijn gewoon een belangrijke markt wat dat betreft. Dus Europa is een van de grootste markten ter wereld, dat vergeten we wel eens. Het is groter dan Amerika. Dus als je hier je spullen niet mag verkopen, nou, dat zijn toch aardig wat gemiste inkomsten. Ja, ja. Als we inderdaad gewoon met één mond spreken, dan is dat wel handig. Dit lijkt me niet iets. Hè? Zelfs Orbán kan het hiermee eens zijn. Dus, zelfs dit, Orbán. Dit moet er regelen zijn. Ik weet dat in onze dierbaarheid dat Rick en Wessie nog een keer zo'n smartwatch voor kinderen hadden uit elkaar hadden gehaald. Eigenlijk simpelweg hadden gekeken naar van hoe gaat de communicatie tussen dit horloge en de opslag van wat dat ding doet. Want je kon daar dus, hoe werkt het ook weer? Je kon als drager van dat horloge, kon je dan met één knopje kon je geluidsopname maken.
En dat werd dan verstuurd naar een geconfigureerd telefoonnummer. Dus dat van je ouders. En andersom ook. Alleen, het zat niet een enorme harde schijf of zo op die pols. Dus ja, waar werd het opgeslagen? Nou, dus in de cloud. Dus gekeken, waar gaat het naartoe en hoe werkt dat? En toen kwamen ze na een paar, niet heel lang zoeken volgens mij, kwamen ze erachter dat die cloudopslag dus eigenlijk gewoon, open was. Ja, en gewoon echt, dus elke opname van al die kinderen gewoon te raadplegen was. En dat was erg genoeg. Maar toen kwamen ze in dat onderzoek dus ook achter dat precies dit type smartwatch dus eigenlijk een meer een soort van platformpje was. White label smartwatch was, wat gemaakt werd in China. En wat dus onder allerlei merknamen, maar al die verschillende merken hadden dus gewoon exact hetzelfde ding. En ook dus exact hetzelfde probleem. Ja. Dus had echt veel impact. Maar dat zie je, denk ik, volgens mij, dat is precies eigenlijk wat je hier beschrijft. Ergens is er dan een fabrikant die spullen aan het maken. En het gaat alle kanten uit. En daardoor is het ook zo wijdverspreid, denk ik. Nog niet eens omdat iedereen iets van Hikvision koopt, maar omdat het misschien onder een ander label op de markt verschijnt. Die Hikvision heeft geen reclames hier op de televisie of op YouTube. Nee. Dus die zijn helemaal niet aanwezig als merk. Want dat is niet hun business. Zij zitten niet in de retail, volgens mij. Ze zitten primair als een soort wholesale, OEM-manufacturer. Ja, en dan via Alibaba en dan alle kanten. En andere mensen plakken daar hun eigen logo op en die gooien het hier in de schappen. Ja. Ja. Maar we gingen dat als EU ook oplossen, toch? Met het, eisen stellen aan IoT en... Er is iets dat heet het Radio Equipment Directive. Dat wordt in Nederland door het Agentschap Telecom wordt dat toezicht op gehouden. En daar zijn al regels voor bepaalde categorieën IoT, bindende regels, opgesteld. Bijvoorbeeld kinderspeelgoed valt daaronder. Ja. Dus zodra het aan de wifi hangt, valt het onder de Radio Equipment Directive. Dus Europa heeft al een instrument om hier iets te doen. Maar goed, dat gaat natuurlijk allemaal traag, zoals je begrijpt. En voordat dat echt dekkend gaat zijn, zijn we heel wat jaren verder. Dus ik denk dat je parallel aan bindende regels moet je gewoon nu al op die fabrikanten gaan leunen. En ik denk ook dat dat kan. Als je kijkt naar veel kleinere voorbeelden nog. Hè, toen Mirai een groot ding werd, wat was het, najaar 2016 of zo. Toen werd Brian Krebs aangevallen. Hè? Dat kun je misschien nog herinneren. Ja, DNS, DIN DNS aanval was dat toch? Aan de beurt. En toen ging Krebs natuurlijk daarna stukken schrijven over wat is dit? Waarom ben ik, wie zit hier achter? Wat zijn dit voor spullen? De hele IoT en de botnets ervan kwam toen ineens groot in beeld. In onze wereld, hè? In de gewone wereld misschien was het nog steeds niet heel erg zichtbaar. En toen heeft hij onder andere met een paar bevriende hackers, vermoed ik, een lijstje gemaakt van de fabrikanten van de apparaten waarmee hij was aangevallen. En op dat lijstje stond onder andere Dahua of zoiets heette het. Ik weet het even niet meer. Een andere Chinese fabrikant. Nou, Brian Krebs is gewoon een soort freelance journalist met een weblog. Het is niet Trump. Nee. Maar hij had dat lijstje gepubliceerd op zijn weblog. En toch zag dat Dahua zich genoodzaakt aan om er publiekelijk op te reageren. Nou, eerst dreigen ze met een rechtszaak. Even de klassieke reflex. Nou, toen hadden ze heel snel bedacht, dat is toch niet zo'n goed idee. Toen reageerden ze publiekelijk erop dat ze security heel belangrijk vonden en blablabla. En daarna hebben ze een recall aangekondigd. Dat ze die apparaten gingen terugnemen. Nou, volgens mij hebben ze dat uiteindelijk nooit gedaan. Dat was allemaal een soort PR-bullshit. Maar het feit dat één freelance journalist met een weblog een Chinese fabrikant zover kan krijgen dat daar mensen overuren draaien om eerst te intimideren, dan te bullshitten en vervolgens een soort te capituleren, denk ik. Ja. Als dan een grote overheidsorganisatie, als een EU of een VS, op zo'n bedrijf gaat leunen, gaan die heus wel iets doen. Ja. Ja. Dus, en daar verwacht ik meer van dan zeg maar regulering. Dat zal ook wel komen, maar dat loopt altijd achter op wat je eigenlijk nodig hebt nu. Ja, ja. En is dit ook een onderwerp wat
wat dan leeft in de Cybersecurity Raad? Zeker, ja. We hebben een hele... Dus we richten elk jaar, pakken we een paar thema's waar we echt iets mee doen. En nou, dat is nu denk ik 2 jaar geleden, hadden we IoT op die lijst staan. En die werkgroep ben ik ook in gaan zitten. En toen hebben we een advies geschreven. En dat advies is vrij, hoe zal ik dat zeggen, vrij nauwgezet eigenlijk overgenomen in het officiële beleid. Als dit zijn de goede ideeën om dit probleem mee te gaan aanpakken. Dus daar was ik heel blij mee. Dat voorzag blijkbaar in een vraag aan de kant van de beleidsmakers. Ja, oké. Okay, want die Cybersecurity Raad, hoeveel mensen zitten daarin? Hoe werkt dat? Een stuk of 18 of zo, ik weet het niet precies. 18, zo. Ja, het wisselt ook nogal. Ja, je moet je voorstellen, er zitten een stuk of 8 topmensen uit de overheid in. Dus directeur-generaals, de hoogste ambtenaren die nog iets inhoudelijks doen. Je hebt nog wel ambtenaren daarboven, maar het is meer een soort bedrijfsvoeringsfunctie. Ja. Dus de directeur-generaal zitten daarin. En 8 mensen uit het bedrijfsleven. Dus dan praat je over een Joost Farwerk, van CEO van KPN. Je praat over de directeur van FME, de brancheorganisatie vanuit de metaal. Je praat over iemand van het havenbedrijf. Ja, dus key players aan de kant van het bedrijfsleven. Daar zit enige floop in. Die worden afgewisseld door weer andere mensen. En dan 4 academici, 4 mensen van de universiteit, waar ik er eentje van ben. En ja, dat is... Mensen hebben soms hele overspannen verwachtingen van wat zo'n raad dan kan en doet. En het is natuurlijk gewoon een praatclub. En er komen gewoon mensen bij elkaar die gaan over iets praten met elkaar. Dat is in essentie wat het is. We hebben geen enkele macht. We kunnen, zoals het dan mooi heet, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Nou ja, dat mag jij ook. Hè? Dus dat is niet een bevoegdheid waar je voor de wet hoeft aan te passen. Je mag ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Maar wat er interessant aan is deze groep mensen is nergens anders in gesprek met elkaar. Nee. Ja, als jij normaal gesproken ergens Joost Farwerk laat komen, dan is het of in een setting waarin er de belangen, nou, laten we zeggen, niet gelijk zijn. Dus de overheid wil iets van KPN bijvoorbeeld. Ja. En dan neemt Joost zijn advocaten mee en zijn regulatory affairs mensen en met de overheid zitten. Nou, en dan wordt er gewoon onderhandeld en moeilijk gedaan en weet ik veel wat. Of je krijgt van die bijeenkomsten waar een paar mensen een soort keynote-achtige mededelingen staan te doen, die allemaal zo hoog overgaan. Dus een echt gesprek waarin mensen zich niet verschuilen, maar gewoon met elkaar proberen uit te vogelen. Wat moeten we hier nou mee? Hoe zit het in elkaar? Hoe kijk jij daarnaar? Dat is best wel bijzonder. En dat is wat in die raad gebeurt. Dus dat is leuk. Ja. Want iedereen praat daar op eigen titel. En juist omdat die mensen allemaal heel hoog in de boom zitten, praten ze heel vrij uit. Dus als je daar mensen uit het middenmanagement neer zou zetten, die moeten de hele tijd terug naar hun eigen organisatie om te vragen wat het standpunt is. Ja. En deze mensen, die kunnen gewoon vrij uit spreken. Dus er gebeuren dingen die je niet zo snel kan organiseren buiten zo'n raad om. Ja, maar ik dacht ook, ik had wel de indruk dat op momenten zoals dit, hè, dus dat er een nieuw kabinet aanstaande is, dat er ook wel een soort van gewerkt wordt aan een soort van, ja, wat zijn nou de belangrijkste beleidszaken. Ja, daar wordt zeker niet aan gewerkt. Ja, klopt. En dat wordt dan meegegeven om in het kabinetsplan. De invloed daarvan moet je niet overschatten. Want zo'n kabinet, dat heet fiches, die krijgen een enorme berg aan fiches mee uit het hele ambtelijke apparaat. Die worden bedolven onder de fiches. Maar dat doen we wel. En we hopen natuurlijk dat zo'n kabinet dan cybersecurity voldoende hoog op de agenda heeft staan. En dat ze dan denken, het is niet alleen het kabinet wat er dan uit gaat putten, maar je hoopt ook uiteindelijk dat de politieke partijen met hun verkiezingsprogramma's daar dingen uit gaan halen. Ja. Want daar moet uiteindelijk het kabinetsbeleid uit gedestilleerd worden. Dus dat spel loopt ook. Zeker. Maar is dat dan in de zin van een publiek rapport of zo? Deels wel, deels niet. Om heel eerlijk te zijn, weet ik niet precies wat we hiermee gaan doen qua publicatie. Er loopt nu een traject om een aantal
maatregelen, prioriteiten te benoemen voor het weerbaarder maken van Nederland. Ja. En een van de mensen die we, of een van de organisaties die we gevraagd hebben om ons daarbij te helpen, want die raad komt 4 keer per jaar bij elkaar. En dus je kan niet in die 4 momenten zo'n heel rapport gaan maken. Dus er zijn werkgroepen, die komen wat vaker bij elkaar, maar daaronder heb je ook gewoon dat je bijvoorbeeld in dit geval Deloitte vraagt om een inventarisatie te maken. Wat zijn nou de belangrijkste knelpunten en waar zou je goede maatregelen kunnen nemen? Nou, dat rapport zijn ze nu aan het afronden. En daarna weet ik niet helemaal precies wat er gebeurt. Of het rapport openbaar wordt gemaakt, maar dat het standpunt van de raad alleen zeg maar richting de politieke partijen gaat. Of dat dat ook openbaar wordt. Meestal wat we maken wordt openbaar. Het is zeldzaam dat dat niet gebeurt. Maar voor dit proces weet ik het eerlijk gezegd niet. Nee. Ik denk dat het openbaar wordt, als ik zou moeten gokken nu. Ja. En wat denk je dat een beetje de stokpaardjes zullen zijn als het nu belangrijk gemaakt worden? Ja, dat is natuurlijk ook. Daar moet ik een beetje voorzichtig in zijn, want enige vertrouwelijkheid is wel gewenst voor dat gesprek. Maar ik zal je een van mijn stokpaardjes geven, die in ieder geval daar tot nu toe op de lijst staan. Dus ik vind dat wij in Nederland een weeffout hebben gemaakt met hoe we informatie delen met elkaar. Dus wij hebben het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. Die krijgen data van allerlei spelers, van Microsoft, van Shadow Server, nou, noem het allemaal op. En zij hebben zichzelf als nationale SECT gepositioneerd. Dus dat betekent, jij ontvangt al die dreigingsinformatie, al die abuse data, al die vulnerability meldingen. En jij moet die dan gaan verspreiden in het land. Mm-hmm. Maar dat doet het NCC niet. Nee. We verspreiden dat niet in het land. Die blijven op een groot deel van die brandslang blijven zij met hun voet staan. En die informatie gaat helemaal nergens naartoe. En dat vind ik echt ongelooflijk dat we dit al jaren niet opgelost krijgen. Nou, dat zetten we heel hoog op de lijst. En we zijn nu ook al bezig met het ministerie. Oh, jongens, dit is toch echt niet uit te leggen dat jullie hoe dit. We begrijpen allemaal wel hoe ze zich in die hoek geschilderd hebben. En een soort foutje bedankt-achtig scenario is dat. Maar dan moet je het daarna gewoon gaan oplossen. Dan moet je niet denken van het is nou eenmaal zo. Nee, dat is geen acceptabel antwoord. Nee. En daar is ook gewoon iets aan te doen. Dus dat staat bij mij heel erg op de lijst. Want je praat hier over gewoon duizenden incidenten per dag die niet gedeeld worden met degene wiens machine gehackt is. Ja. Of diens netwerkbeheerder. Wordt gewoon niet gedaan. Want moeilijk de wet en wij zijn eigenlijk alleen maar voor Vitaal en de overheid. Ja, dus je kent die hele riedel vast. Ja. Dat moet gewoon opgelost worden. Het is onbestaanbaar dat wij een nationale SECT hebben die niet het werk doet van een nationale SECT. Ja, nou, ik heb niet de indruk dat je hierin alleen staat in dit. Nee. Dus dit is ook een reden om het heel hoog op de agenda te zetten. Ja. Inmiddels is dat besef vrij breed doorgedrongen, kan ik je vertellen. Ook omdat wij natuurlijk, dat is het voordeel met zo'n gekke raad die als praatclub functioneert. Je kan natuurlijk wel rechtstreeks met de topmensen op die plekken in gesprek en zeggen: hoe dan? Dit kun je toch niet, dit is toch niet uit te leggen? En dan op een gegeven moment trekken die mensen ook bepaalde conclusies van: ik ga toch eens even iets moeilijkere vragen stellen aan mijn eigen organisatie. Waarom we hier in dit hoekje beland zijn. En dan komen er dingen in beweging. Maar dat is natuurlijk allemaal achter de schermen. Daar ga je geen stukken over publiceren. Nee, snap ik. Nee. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat het inderdaad vanuit verschillende hoeken dit signaal wel uitkomt her en daar. Dus je zou verwachten dat er misschien iets in beweging komt dan, wellicht. Ja. En jij? Blijf je nog jarenlang lekker hoogleraar in Delft? Dat is een heel erg gewetensvraag, Erik. Wat een soort beschouwende, afsluitende vraag, heb ik de indruk. Nou ja, de reden dat ik kwam, ik vraag me af, als je nou bijvoorbeeld Marietje Schaken ziet en aan Stanford bezig ziet, benijd je dat dan? Of denk van laat mij maar lekker op mijn fiets door Delft heen rijden? Oh, mijn Stanford. Nee, ik heb toen ik nog niet in de cybersecurity zat, heb ik wat tijd in Berkeley doorgebracht. Ben ik ook nog wel eens naar Stanford gereden om eens met iemand te praten. Dus ik ken die wereld een beetje. Het is fantastisch in allerlei opzichten. Maar ik hoef er niet heen.
Dus die behoefte heb ik niet. Ik zie mezelf als een collega van Marietje Schaken op een bepaalde manier. En zij heeft een heel interessante en indrukwekkende track record. Dus ik wil mezelf niet op die manier met haar vergelijken. Maar meer, zij werkt nu aan de universiteit. Zij probeert na te denken over problemen op dit terrein. En daar zinnige dingen over te zeggen. Nou, dat doe ik ook. Op een iets andere manier. Met iets meer data eronder misschien dan zij doet. Maar zij heeft weer andere dingen te bieden. Dus dat benijd ik niet. Want dat is eigenlijk de baan die ik nu heb voor mijn gevoel. Ja, het weer is wat beter in Stanford dan in Delft. Oké, fair enough. Maar verder zit ik lekker hier. En ik hou, dat weet je, uit het begin van ons gesprek erg van mijn fiets. Dus laat mij maar lekker op mijn fiets. Maar ik denk natuurlijk wel eens, oké, ik zit nu 27 jaar en nog wat aan de TU Delft. Mm-hmm. En als ik dat getal noem, dan denk ik, dan heb ik het gevoel dat ik iets uit te leggen heb. Dat er een soort probleem is wat ik dat ik mezelf moet verdedigen. Nou goed, ik doe dit werk met heel veel plezier. Maar ja, ik vraag me ook wel eens af, is het niet op een gegeven moment klaar? En moet ik gewoon eens een keer wat anders gaan doen? Misschien wel in de cybersecurity, maar bijvoorbeeld bij een bedrijf. Ja. Of bij een overheid of zo. Dus ja, die vraag is voor mij nog open. Daar denk ik regelmatig over na. Ik doe dit nu een hele tijd. En dat gaat heel goed. Dus er is een prachtig team waar ik super trots op ben. Waar ik elke dag met plezier mee zitten sleutelen aan die onderzoeken. Maar ja, ik heb wel bepaalde rondjes al heel vaak gelopen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus moet ik nog een ander kunstje gaan doen, eigenlijk? Dat is mijn vraag. En ja, als je die vraag stelt, dan lijkt het antwoord onomkombaar ja te zijn. Maar vervolgens doe ik dan nog niks. Dus ik weet niet precies waar dat... Het is niet evident wat dan precies. Nee, precies. Dat is een van de dingen. Als ik dan kijk naar wat voor opties er zijn... Ja, er zijn opties. Maar bijvoorbeeld de consulting zou ik in kunnen gaan. Nou, dan denk ik, doe je gewoon slechter onderzoek voor meer geld. Ja, nou goed. Ik heb daar geld geen gebruik. Zijn, maar, ja, nee. De hoogleraren zijn niet armoedig. Dus dat trekt me niet. De overheid, ja, allerlei dingen waar ik maar aan de universiteit bij over erger qua bureaucratie. Dat is bij de overheid nog een factor groter. Maar... Om me dan misschien een iets ander voorbeeld te geven. Wij hebben een programma samen met de AIVD. En ik loop één dag per week bij de AIVD rond. Dus ik ben daar als een soort halve medewerker gedetacheerd vanuit de TU. Dat vind ik wel een hele interessante omgeving. En het heeft een aantal echte dingen die anders zijn. Bijvoorbeeld dat... Maar ik, voor mijn gevoel word ik heel erg geleefd door mijn agenda. Dat is daar niet. Die mensen die leven in een soort... 1998 qua IT in een organisatie. Niet qua hun IT capabilities. Er zitten supergoeie hackers en mensen die supergoed zijn. Maar de bedrijven, omdat zij natuurlijk allemaal hele risicomijdende keuzes maken over hun eigen IT, want het moet ondenkbaar zijn dat zij gehackt worden, hebben zij een hele andere bedrijfscultuur qua omgangsvormen. Ze zijn natuurlijk sowieso relatief gesloten, want ze kunnen niet met iedereen leuk kletsen over wat ze allemaal aan het doen zijn, wat wij nu aan het doen zijn. Ja. Zij hebben geen podcast-serie, zal ik maar zeggen. Nee. En als ze die al zouden maken, zouden ze leuke dingen gaan doen waar je niet echt te weten komt waar ze aan de binnenkant mee bezig zijn. Dus ik heb gemerkt, dat levert een soort ademruimte op. Als je daar bent. Je kan daar gewoon bij mensen binnenlopen. Nou, bij ons. Iedereen zit de hele fucking dag dingen te doen. En is volgepland. Daar kun je gewoon binnenlopen. En mensen hebben heel organisch met elkaar contact. En dan denk ik wel eens. Dat is ook wel een fijn leven. Plus het heeft als groot voordeel dat je kan niet thuiswerken. Als je daar de deur achter je dicht trekt. Is je werk klaar. Want je VPN beginnen ze niet aan. Dat is allemaal veel te gevaarlijk natuurlijk. Ja. Dus je hebt een soort fijne, harde scheiding van werk en privé, die ik nu niet heb. Ik zit de hele fucking dag mijn e-mail te checken en op Slack en weet ik wat allemaal niet. Ja. Dus dat is wel een soort fantasie. Dan denk ik, zal ik zo'n balletje opgooien daar? Maar goed, dan denk ik aan mijn promovendi. En ja, heel veel is ook gewoon loyaliteit. Ik heb heel veel mensen in mijn team en ik voel me loyaal naar hen. Ik wil zorgen dat zij... de goede condities hebben, dat zij hun proefschriften kunnen afronden. Dat mijn junior onderzoekers door kunnen groeien. Ja, dat houdt me heel erg op deze plek ook.
Ja. Nou, lastig. Maar ik denk dat het... luxe probleem. Ja, eigenlijk wel. Want ik denk dat het werk wat je doet op zich gewoon onwijs gaaf is om te doen. Met inderdaad dit soort onderzoeken bezig zijn. Zolang er maar inderdaad voldoende ruimte blijft inderdaad om nieuwe onderzoeken te kunnen blijven doen. Maar ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je op een andere plek dat op een vergelijkbare manier, weet je, zo inhoudelijk zo met zoveel verschillende dingen tegelijkertijd betrokken kan zijn. En denk inderdaad, kijk, als je het dan vertaalt naar de dienst, hè, moet je dan zeggen, volgens mij. Ja, de dienst, ja, precies. Ja. Niet mijn wereld, eerlijk gezegd, maar goed, dat weet ik dan. Wat daar misschien leuk aan is, is inderdaad dat je al die opgedane kennis ook gewoon ineens heel concreet in de zin van een soort van direct maatschappelijk belang of zo kan omzetten. Ja. Dus dat is misschien nog wel een factor die dan interessant is. Ja, en een andere fantasie, maar goed, daar heb je aan mij veel minder. Is een soort, ik kan ook heel erg de charme van zo'n start-up. Ik heb de facto ook een soort start-up gehad in academische zin. Of heb ik nog steeds, zou je kunnen zeggen. Het is allemaal tijdelijk geld. Ik moet de hele tijd als een soort ondernemertje die tent in de lucht houden. Om echt met elkaar een product te maken, dat lijkt me ook heel erg leuk. Alleen daar heb je niks aan mij. Nee. Dat is niet wat ik kan. Dus daar kan ik wel leuk naar kijken. Van, dat lijkt me heel gaaf, maar dat is niet echt een reële optie. Nee. Ja. Er komt wel één suggestie voorbij. Dat is een goed idee. Of je zelf nog onderzoek wil doen naar cloud security. Ja, nou ja, daar ontkom je niet aan natuurlijk. Maar dit is ook wel een soort interessante puzzel. Want wij hebben allerlei... Kijk, als je een bepaalde manier van onderzoek doen hebt ontwikkeld, dan heb je een soort hamer en je zoekt naar spijkers. Ja. En cloud is geen spijker. Dus je kan er wel met onze hamers op slaan, maar dat heeft niet echt heel veel effect. Dus ik moet daar echt... Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Dus ik moet daar... Wij moeten als team innoveren wat wij precies kunnen observeren over cloud en security en wat daar precies aan de hand is qua vragen. Want heel veel van wat wij gedaan hebben bijvoorbeeld, daar komen de inzichten voort uit de vergelijking. Dus wij hebben bijvoorbeeld onderzoek, daar hebben gewoon alle hosting providers in de wereld geprobeerd te identificeren. 45.000. En dan kun je allemaal eigenschappen, kun je grootschalig geautomatiseerd aan die providers toewijzen. Hoeveel IP-adressen hebben, hoeveel domeinen draai je daar, wat voor software draait je op die servers. Kun je allemaal scannen. Je bouwt een paar stofzuigers, die halen het hele internet op. En dan heb je daar data over. En dan kun je heel interessante vragen gaan beantwoorden, omdat je die bedrijven kan vergelijken met elkaar. Maar met cloud is er niet zoveel te vergelijken. Het is allemaal een steekproef van één. Je hebt één Amazon, je hebt één Azure, je hebt één, wat is de nummer 3? Google of zo. Ja, daar kunnen we wel dingen over observeren, wat er zich afspeelt in die infrastructuren. En daar gaan we ook zeker iets aan doen, maar ik heb daar nog niet goed grip op dit moment. Wat zijn nou de vragen die wij kunnen oppakken daar? Ja. Dus dat is voor ons nog een soort onopgeloste zwarte of witte vlek. Ik weet dat we daar, dat het, de belang ervan is evident, dus wij moeten daar meer grip op krijgen qua empirisch onderzoek, qua observaties. Maar ik weet nog niet hoe. Nee. Ja, waarschijnlijk ben ik ook niet degene die dat gaat verzinnen. Ik ga dan wat jong talent hebben in de groep. En die denken op een gegeven moment die dinosaurus van Van Eten. Die negeren we even. We gaan even dit en dat doen. En dan leggen we later wel aan hem uit dat het belangrijk is. Ja. Daar hoop ik eigenlijk op. Met zijn IP-adressen en zo. Dat is allemaal precies. Belangrijk. Ja, en zijn AS en zijn hosting providers. Wie de fuck heeft nog hosting providers, man? Ja. Houd toch op. Ja, gewoon een Azure function. Nee, ik hoop dat... Kijk, wij hebben dan nu een tool gemaakt. Ja, dat beschreef ik, hè, voor het MKB. Nou, en dan hoop ik dat we vooral heel veel MKB'ers inderdaad gewoon van dienst kunnen zijn. En inderdaad vanuit het perspectief dat niet iedereen continu gehackt wordt.
maar misschien zich wel daar zorgen over maakt, dat ze daarbij dus vooral kunnen helpen. Dus gewoon die zorgen weg te nemen. En, maar tegelijkertijd hoop ik dat, dat ons dat dus een soort van positie geeft om voor een hele hoop bedrijven tegelijkertijd gewoon wel te zien wat er gebeurt, weet je, in hun cloud. Right? Dus dan is het perspectief niet zozeer de cloud provider, maar meer gewoon de gebruiker van de cloud. Ja. En waar komt die, waar loopt die tegenaan? En ja, ik zie er ook wel naar uit dat het inderdaad dus er op een gegeven moment zoveel zijn dat je, want ik, ja, de MSP's waar ik voor heb gewerkt tot nu toe, de managed security service providers, ja, die hebben een aantal tientallen klanten, laat het er een paar honderd zijn. En dat is het dan. Ja. En ja, dan heb je aan daar, en dan zijn ze ook al zo verschillend van elkaar, al die klanten, dat je ook het eigenlijk niet goed met elkaar kan vergelijken. Ja, en, klopt. En straks hoop ik dat je, en dat we gewoon zo'n grote klantenbase hebben, dat we wel dit soort. Ja, dat zou super gaaf zijn. Dan kom ik graag nog een keer langs. Want ja, heel boeiend om daar qua onderzoek naar te kijken. Hè, welke MKB'ers te maken met daadwerkelijk account takeover of wat voor scenario's terechtkomen. Zijn er correlaties tussen de problemen en de instellingen die ze hebben gekozen? We roepen met z'n allen dat ze 2-factor-authenticatie aan moeten zetten. Oké, maar wat is daadwerkelijk de risicoreductie die je daardoor krijgt? Dat kun je op een gegeven moment gewoon kwantificeren. Ja. Dat hebben we voor. Ja, nu kan Microsoft dat alleen. Ja, en dan moet je inderdaad maar aannemen dat ze het correct doen. Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, nou goed. Ja, de tijd zit er wel een beetje op, tenminste. Ja, nogal, hè? Ja, toch? Op 2 uur, daar zitten we ruim overheen inmiddels. Ik vond het zelf wel echt een onwijs leuk gesprek. Ik heb het idee dat ik je goed heb leren kennen. Nou, fijn. Dat is niet wederzijds. Dan moet je iets aan doen. Ja, dan moet je zelf een podcast beginnen. Dan kunnen we het anders een keer. Ja. Of ik kom gewoon, als die verrotte corona eindelijk een keer voorbij is, een biertje drinken bij jou op school. Ja, ja, ja. Doen we dat. Dat is ook waar. En die staat bij deze. Dus nou ja, onwijs bedankt dat je het hebt willen doen. En wat we altijd doen is even deze uitzending die verwerken we nog eventjes netjes, clean, maken we even schoon en zetten we de audioversie ook op de podcastkanalen. Dus voor iedereen die niet 2,5 uur lang naar een scherm wil kijken, maar het wel gewoon in zijn oordoppen wil horen, wordt het dan ook beschikbaar. Dus tegen die tijd dan kunnen we het maar verspreiden. Maar onwijs bedankt. Excuses aan je dochter. Ik hoop dat ze inmiddels slaapt. Ik hoor nog steeds gerommel op de gang. Dus ik vind dat. Nou, goed. Ik ga nu morgen wat later beginnen met schoolwerk dan. Ja, ja, ja. Hey, onwijs bedankt. Fijne avond. En hopelijk tot snel. Ja, ook bedankt Erik. Bedankt alle mensen die geduld hebben gehad om te luisteren. En tot later. Oké. Hoi. Ciao.